Een bruggenbouwer, zo noemt hij zichzelf. De brug tussen hoofd en hart. Zelf heeft hij een verleden als een heel succesvolle consultant bij McKinsey en andere leidinggevende posities, onder andere in de HR. En sinds een paar jaar begeleidt Greg Caret en zijn vrouw eigenlijk psychedelische retreats voor ondernemers. En ik was wel wat geboeid door het onderwerp en ook omdat we wat mensen rond hem en ons, of liever mij liever, hadden gezegd van ja, je moest een keer Greg op de podcast vragen. Als je nu denkt dat dat een of ander zweverig gesprek wordt van iemand die volledig van het paadje los is geschoten en die met zijn blootgat in de wei staat te springen en op een trommel staat te slaan, dat is het vooral niet geworden. Integendeel, de mens die met zijn voetjes op de grond staat, zoals jij en ik, en die 's ochtends om 8 uur zich stress maakte omdat zijn dochter niet wist wat dat zou aandoen voor carnaval en haar mond en haar vingers nog vol choco was en dat hij stond te popelen om naar deinse terrein vanuit Kortrijk. En één ding goed onthouden, in het leven moet je vooral jeunen. Plezier maken, geniet van Greg. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Nu, Greg, we kennen elkaar eigenlijk niet. Buiten zo wat gevolg op LinkedIn. Maar we hebben intussen wel wat gemeenschappelijke hartsconnecties, als ik ze zo maar genoemd. Nu, wat ik zo fascinerend vind, voor leer dat we in heel het microdosing ding gaan, wat was een beetje hetgene die me natuurlijk het meest aantrekt. Ik heb dat net op je LinkedIn en zitten kijken en het klinkt misschien heel raar op een afstand, maar voor mij ben jij wel de belichaming van hoe dat ik het ook zie, hoe dat je een combinatie hebt tussen hoofd en hart. Mm-hmm. Omdat je aan de ene kant zie ik proud ex-McKinsey, en aan de andere kant heb ik gezien dat je wat lean toestanden hebt, ook een HR-management positie bekleed. Je zit nu bij Rubicon, die voor mij zo, dat is een community, maar ook met je sales en marketing. En dat is zo voor mij de met Stefan Bonte en Nicolau nog en Matthias. Matthias Lamirois, hè? Ja. En ja, is zo die want ik heb dan veel mensen, hè, en dat is zo, ik wil niet te schurend gaan doen, maar ik merk dat er heel wat vrouwen zijn die zo aangetrokken zijn tot dat wat meer spirituelere, hè, en mannen zeker wat meer in de bedrijf- of ondernemerswereld, maar ik ga het heel breed noemen. Ja, bon. Hè, en als ik dan met heel veel mannen spreek, is er heel veel hoofd aanwezig, maar hart, hè, dat is zo... Ja, en zeker als het al boven de 35 plus bent te gaan. Tegelijkertijd merk je heel wat mannen die struggle met, en zeker ook ik daarover begin, van well, ik weet natuurlijk soms ook niet wat ik kan doen ben. En ik ken ook mijn demonen in mijn hoofd, maar dat bij jou ook regelmatig speelt. Mm-hmm. En aan de buitenkant dan lijken ze succesvol te zijn met een titel of met status of met materiële zaak. Wat er op zich absoluut niks verkeerd mee is, voor alle duidelijkheid. Wat ik zei, het is aan de ene kant de meer spirituele alles is liefde community. En ik vind het ook daar niet. Het is te zeggen, er zitten ook ego's en al van die toestanden. En dat is voor mij een deel, ik wil dat niet te zwart-wit aan, een beetje spiritual bypass. Zo, alles is liefde. En ja, kijk, dat is goed, maar uiteindelijk het echte groeien, natuurlijk meditatie, et cetera, ayahuasca, naar binnen gaan, ik ben er al voor. Maar het echte leven is wel dat je tussen mensen zit, een situatie waarbij je getriggerd wordt. Mm-hmm. Hoe heb je voor jezelf nu zo die combinatie van waarbij dat je zo... Ja, je doet geen meer dan microdosing, hè. Je doet meer dan coaching. Hè. Je hebt een hele brede wire in je rugzak zitten aan skills door de jaren heen. En ik kan me niet inbeelden dat je dat allemaal zegt, oh ja, ik kan dat nu allemaal een keer weg gaan smijten, heb dat alleen in een heel andere context dat je dat inzet. Of zie je dat volledig verkeerd? Nee, maar ik vind dat ook nodig, zo hoofd en hart, uiteindelijk, ja, je leeft in beide werelden, nee. En ik denk dat ik wel een bruggenbouwer wil zijn tussen de ene wereld en de andere wereld. Ik geloof ook niet echt van, in de alles is liefde wereld,
Ja, uiteindelijk ga je dezelfde microproblemen gaan tegenkomen dat je tegenkomt in de zogezegd echte wereld, in de realiteit. Dus ik denk dat de combinatie van beide moest zijn. En ik ben zelf ook vrij getriggerd door alles wat dat hoofd is. Ik vind dat leuk om na te denken, ik vind dat leuk om problemen op te lossen. En dat is ook gewoon deel van deze realiteit. Maar tegelijkertijd merk ik wel dat mensen bij het oplossen van problemen vaak op zichzelf stuiten en dan getriggerd worden of door anderen getriggerd worden en zo. En dan vind ik dat nodig om die mensen ook te helpen, alleen naar dat hartcentrum te gaan en te gaan zien van wat gebeurt er hier met mij. Dus ik wil ergens wel een bruggenbouwer tussen beide werelden zijn en met ene voet in elke wereld gaan staan. Want ik ga eigenlijk ook volledig akkoord dat je in die wereld van alles is liefde, daar komen ook hele grote ego's tegen. En eigenlijk, ik ben bezig met psychedelica en psychedelica kan ook ego's gaan versterken uiteindelijk. Dus het is niet heiligmakend. Omdat dat uiteindelijk hetgeen wat er in jou zit, je nog niet geheeld is, bij wijze van spreken, dat je dat gaat gaan versterken. Want ik vind dat nu interessant, dat ego-stuk. Hè? En dat had een beetje te maken ook met hetgeen dat ik je nog wilde vragen. Is zo, het ronkende titels op je cv staan. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, ik kan me best inbeelden dat er een of andere... En McKinsey is wel een of andere vorm van prestige. Allee, toch in mijn hoofd. Mm-hmm. Niet dat ik ooit die ambitie had, maar dat is zo, ik ben ook muzikant. Maar ik ben ooit in Berkeley geweest en moest ik die titel hadden. Dus een universiteit in Boston. Ja, dat is voor mij het summum van het summum dat ik had hebben. Ik had dat gewoon leraars gezocht die dat studeert hebben. Ja. Maar goed, hoe heb je dat voor jezelf zo, je eigen ego ontdekt? Want volgens mij, je bent allemaal een ego en van mij ook dat ego dat verspringt wel. En die externe validatie met titels en dergelijke, hoe heb je dat voor jezelf zo, hoe heb je dat... Hoe heb je dat ingezien? En twee, hoe hou je dat vandaag nog in check, eerlijk gezegd? Wat kan mijn best inbeeld? Veel likes op LinkedIn, veel mensen die je bemoederen. Hupla, je ego is weer vertrokken natuurlijk. Ja, ja. Maar dat blijft de constante uitdaging, hè? Want ik heb dat ook wel. Als ik een post maak op LinkedIn, ik zie dat die niet veel gelezen wordt of niet veel likes, dan is er ergens wel een beetje van een ego-deuk. Hè? En ik ben ook zo wat die best practices aan het volgen van post best op een bepaald uur. Hè? En dan binnen dat uur moet je ook gaan replyen op andere commentaren en zo. Dus ik ben er eigenlijk ook wel een beetje mee bezig. En dat is dan dat stukje ego. Ik denk dat iedereen aan zich wel op zoek is naar een stuk erkenning. En ik vind dat je dat ook niet onder de tafel mag gaan schuiven. Allee, dus mijn positie is daar eigenlijk redelijk duidelijk. Het is een en-en-verhaal. Ik heb er ooit nog een post over geschreven. Het gaat om intrinsieke motivatie en ook een soort van extrinsieke validatie als mens. En wij ook oxytocine in ons. Als wij geknuffeld worden, komt er oxytocine vrij. Dus wij leven ook ergens bij de gratie van de aanraking van een ander. Of dat die nu fysiek is, dan wel virtueel. En wij dat nodig om ergens die herkenning te krijgen, die praise te krijgen. En ik vind dat we dat niet mogen wegstoppen. Dat is gewoon deel van ons leven. En het is dat ik ook doe met een bruggenbouwer. Zijn. Dat mag er zijn, het mag een en-en stukje zijn. Ik denk dat het gewoon effectief gevaarlijk wordt wanneer dat je jezelf gaat gaan glorifieren en jezelf op een pedestal plaatst en jezelf beter ziet dan anderen. En dat vind ik niet. Tegelijkertijd denk ik wel dat ik een aantal competenties heb die misschien bovengemiddeld zijn, maar ik heb ook een aantal development needs die ondergemiddeld zijn en dat is ook gewoon de realiteit. Dus het is ergens een en-en. En ik denk dat ik als figuur of als persoon, heb ik jarenlang niet gedweept met titels of met McKinsey. Ik had dat zelfs niet op mijn dingen staan, op mijn LinkedIn staan. Maar nu stond het er wel op, hè? Proud McKinsey. Nu staat het erop, omdat ik wel trots ben en ik vind dat ik ook trots mag zijn. Ik heb daar 3,5 jaar gewerkt en ik heb dat goed gedaan. Ik heb promoties gekend en dat mag ook een stukje van mezelf zijn dat erkend mag worden en dat ik dat goed gedaan heb. Maar jarenlang, mensen wisten niet wat ik deed van werk. Ik sprak niet over promoties. Ik kreeg al 10 jaar met een Audi die bekrast is en zo. Dus mijn papa is kapper, mijn moeder is psychiatrisch patiënt. Ik kom van eigenlijk een arbeid milieu. Ik ben ten deel opgeroeid in cafés. Ik dronk cola's en had zwanworstjes. Dat was ook mijn realiteit, weet wel. Dus ik ben opgeroeid met al van dat idee van, je komt van dat arbeidersmilieu dus, en zo. Hou maar je voetjes op de grond en zo. En je moet niet te preus zijn en doe je maar verder. Maar dat is zo typisch wel een West-Vlaamse mentaliteit. Want dat is bij mij ook wel hetgene die ik ben ook in... Mijn moeder zat in... als verpleegster in een psychiatrische ziekenhuis in Brugge. En mijn pa was leraar, hulpbewerking. Dus dat was zo... Ja, dat is gewoon gemiddeld, maar dat is niet dat... Ik weet niet wat. En dat is iets wat ik ook wel, door dan, moet ik gaan zeggen, exposed worden naar andere provincies en mentaliteit, uit nu wel of niet, Brussel, Antwerpen, is anders dan Brugge en Kortrijk. En... een beetje onder de kerktoormentaliteit. En dat heeft zijn charme. Mm. Je zegt net, ik was een beetje aan het lachen met jou, maar Kortrijk, heet dan Deens en al. Maar ik vind net ook die twee tof.
Ik zit echt quasi hele dagen in die driehoek van Antwerpen, Brussel, Leuven. En ik hou ervan. Maar ik wil er niet wonen. En ik keer dan terug naar dat provinciaal karakter hier, waarbij ja. dat ik die natuur in, de prijzen zijn nog, ça va. En dat ik nog, moet ik gaan zeggen, dat ik nog kan ademen, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. En dat eigenlijk alles, zeker van zijn zoon, op wandelafstand is. Ja. Zijn jeugdbeweging, de sport, het zwemmen en al. Ja, ik moet dan niet van dromen om dat in Antwerpen te zitten doen, voor dat hele dag in die file te gaan staan. Dus voor mij is het de twee, dat is zo... Ja, dat is zo, dat als mensen mij vragen, ja, wat speel ik het liefst? Elektrisch gitaar, rock, wat alles top 10 of op 11 staat, of akoestisch, wat ik nu morgen mag gaan doen. Alle twee. Ja. Ik heb wel een dag waar het keer echt mag ingetogen zijn. Ik heb een dag waar dat wel een keer... dus, all the way. Ja, dat is en ook heel hetzelfde met introvert, extrovert en dergelijke meer. En ik vind wel dat je dat moet je gaan zeggen. Ik denk dat er twee dingen zijn. Ik denk dat, dat is hetgeen wat je zegt, die intrinsieke motivatie, dat is voor mij... Ja, het leven heeft geen zin, tenzij dat het zelf zin geeft. En dus dat wil zeggen dat je voor jezelf een of andere rode draad moet vinden. En bij mij is dat passie. Mensen laten leven in plaats van in hun passie, in plaats, of passies, in plaats van in overleven. Maar hoe dat is gemanifesteerd, ja, weet je, iets van het hart kun je moeilijk in exacte woorden. Dus moet je daar niet te veel mee bezig zijn, vind ik, met purpose en al, pak dat je richting uit. Maar dat is wel de reden, vind ik, dat je altijd nog terug kan keren naar die kern, whatever dat je aan het doen bent, dat je blijft doorgaan. Want als je dat ergens legt in de job, of weet ik veel wat, ja, dan brokkelt dat af, want alles verandert toch. Ja. En hoe dat hem zich dan manifesteert, dan die je eigenlijk over te geven aan het feit dat je, dat je het gaat weten doordat je de pad aan het bewandelen zit, en dat een en-en is, en niet het een of het ander, dat je perfect psychedelica en strategie en marketing en whatever, ondernemers kan helpen, dat ik bijvoorbeeld muzikant ben. En dat is voor mij inderdaad ook zo'n beetje een tegengestelde geweest. Maar het is ook wat hij zegt. Je mag wel, moet je zeggen, op een bepaald moment die conditionering waar je in opgeruid zit, los te laten. Mm-hmm. En mag je wel trots zijn dat je wel bepaalde dingen gerealiseerd hebt. Wat dat niet wil zeggen automatisch, dat je dat beter maakt dan een ander. En dat je nu heel dag moet zitten overstoeven. Ik bedoel, dat zijn weer de twee dingen. Dat is je rugzak. En mensen gaan die expertise wel voelen door met jou in gesprek te gaan, zonder dat je de nood hebt. Want we zitten weer met die externe validatie de hele tijd. Door te zitten, je kennis rond zitten spreken. Nee. Volledig mee akkoord. Maar opeens ook dat, ik denk dat dat en-en-verhaal, wat ik ook bij u herken, dat wel belangrijk is. En ik ben ook iemand die in veel grote steden is gekomen. Maar ik ben teruggekeerd naar Kortrijk. En in Kortrijk heb je, hebt daar je familie. Het uw netwerk. En ik denk dat mensen een beetje ontheemd zijn ook. En ik denk dat we veel te veel aan het weglopen zijn in die globalisering, ook van dingen die ons gronden. En dat is onze familie. En dat is misschien ook bepaalde rituelen die uiteindelijk goed voor jou waren, zonder dat je eigenlijk besefte dat ze goed voor jou waren. Dus we zijn een beetje ontheemd, we zijn een beetje ontritueeld. En ik zie ook mensen die dan bijvoorbeeld blijven platten in Gent, maar ze gaan dan in Maria Kerken gaan wonen of zo, en wonen dan in feite op 30 minuutjes fietsen van Gent en zo. Ze hebben geen familie, en ze voelen zich ook niet noodzakelijk beter op die plek. Dus ik denk dat er zo'n beetje een en-en-verhaal van alles moest zijn, hè. Intrinsieke en extrinsieke motivatie, je voet zetten in de grote wereld, maar tegelijkertijd ook ergens je thuis hebben, en zelfs al en vrij bewust zijn van wat dat de voordelen zijn, maar ook de beperkingen uiteindelijk van een thuis hebben. Nee, het klein burgerlijke, uiteindelijk dat je wat meer gaat vinden in een Kortrijk of wat meer nog meer platteland in West-Vlaanderen. Maar tegelijkertijd, als je dan wel, als je mama belt of je papa belt, zijn dat wel de mensen die dan gaan komen u ontzorgen, laat ik het zo gaan stellen. Als je in een grote stad woont, heb je dat helemaal niet. Dus ik denk dat mensen, en dat probeer ik ook altijd, een nuance te steken in het verhaal dat ze aan het creëren zijn, dat het een en-en mag zijn. Maar het is eigenlijk, ze dienen zelf het verhaal te schrijven, wat er op dat moment bij hen past, toen ik weet niet, 25 was... Ja, en nu wil ik wel andere dingen. Toen vond ik het wel tof voor in het centrum van Brugge te wonen. En dus het is altijd het praktische en het emotionele. Maar het klopt wel. En voor mij is dat ook weer een herbevestiging dat... en dat is dan heel contradictorisch. Voor mij is dat... Ja, ik zit bijvoorbeeld in een AI en in technologie tegelijkertijd. Ben ik overtuigd dat mensen nog meer dan vroeger op zoek zijn naar echte verbinding en connectie. En dat ze het wel beginnen door te hebben van we er verder gaan op met al die Vision Pro bazaar toestand van Apple en AI. Als je dat te ver gaat in social media, dat je dat kan je zeggen verslaafd, dopamine, maar dat je
dat we eigenlijk terug aan het keren zijn naar onze tribe. Ja. En dat een menselijk brein is, nou, dat ik vernomen heb, is gemaakt voor 150 mensen te kunnen mee omgaan. Mm. Erbuiten is dat gewoon ja, te veel. Ik merk dat ook bij mezelf, en je zou dat ook wel hebben. Hè. Als je dan een post hebt die goed werkt, je hebt dan connecties die heel wat binnenkomen en al. Dat kan heel snel gaan, maar na een verloop van tijd, als iedereen zo een vraagje wil stellen, of ik het wel wil weten, alleen voor mij kan dat wel heel overwhelming zijn. En dan heb ik wel gezegd van, ja goed, degene die me dichtstaan, die me te bereiken, maar al de rest, ja, is het oké voor mij dat ik... Dat ik leer van Eckhart Tolle. Die kreeg zo heel veel mails. En mensen waren kwaad omdat hij niet reageerde op zijn mails, of omdat hij geen call wil doen en al. En die zei letterlijk, ja, ik ben niet verantwoordelijk voor je gevoel, en dat je dat wilt projecteren. En in plaats van me schuldig te voelen, omdat ik die mens niet gepleased heb, omdat ik niet geantwoord heb op voor een koffie of te gaan eten en dergelijke meer. Maar ik ga dat eigenlijk ook... Allee, ik doe psychedelische retreats. Allee, we gaan er misschien straks nog op terugkomen. En wij hebben niets met digitaal. Niks. Dus de mens komt toe. We doen een ronde waar dat ze uitwisseling doen. Dan doen we een psychedelische trip. We doen yoga, we doen ademwerk, nog een psychedelische trip. We doen nog ademwerk, we doen wandelingen in de natuur, we gaan in de zee gaan zwemmen. Dat is niets digitaal. En mensen komen daar getransformeerd uit. Dat is een groot woord, maar je ziet de blik in de mensen in haar aangezicht veranderen van eerder hoekig naar zacht. En dat heeft niets met technologie te maken. Dat heeft te maken met in contact komen met jezelf. Van het hoofd naar het hart en het lichaam gaan. En dat gaat ook over verbinding met een ander. Mensen stellen zich daar open om geknuffeld te worden. Dat is geen knuffelretreat, maar je ziet mensen die helemaal niet gewend zijn van knuffels te ontvangen, die plots vragen om knuffels. En dat is wondermooi om te zien. En dat heeft niets met technologie te maken. Dus ik denk effectief dat die technologische, ja, laten we zeggen, die rapid waar dat we zitten, nee, aan technologische ontwikkelingen, ook voorbij gaat aan het essentiële van wat een mens wil. En dat is eigenlijk ergens gezien worden door een ander. En ik ben ook een beetje sceptisch dat gaat gebeuren, hè, alle technologische ontwikkelingen en zo. En op een bepaald moment gaan we er een chip in ons antenne om, ik zeg maar iets, woordenboeken Nederlands, Russisch te gaan downloaden, om zo Russisch te spreken en zo. Maar we gaan echt voorbij aan dat essentiële. De mens is echt, denk ik, ontheemd. Die heeft geen familie meer. En die voelt zich alleen. Meer en meer mensen voelen zich alleen. En je ziet dat ook vertegenwoordigd in cijfers. Mentale gezondheidsproblematiek. 1 op 7 ontwikkelt de mentale stoornis in feite. Dat is gestoord, eigenlijk. Ja. Dat is gestoord. Dat zou onze prioriteit nummer 1 moeten zijn. Tezamen met de klimaatsverandering en zo. Maar mensen willen ergens gezien worden en die willen geknuffeld worden en zo. En ik sprak ook op een panel en daar waren er presentaties van mensen die zeiden, ja, technologie gaat het probleem oplossen. En daar word ik een beetje nerveus van. Ik denk dat dat deel van de oplossing kan zijn, want dat ligt ook bij mij. Ik word erdoor getriggerd. Maar als ik zie wat er gebeurt op onze retreats, dat gaat totaal niet om technologie. We zijn zelfs voor de telefoons aan de kant te leggen. Ik wil ze zelfs niet zien. Ik vind een interessant iets. Ja, ja, want het rappige is, als mensen, ja, maar je zit geen zo in die technologie. Ik zeg, bij mij gaat dat eigenlijk niet om de technologie. Bij mij gaat dat gewoon dat ik een aantal gelijkstemde zielen vind, die complementair zijn aan mij. En de reis dat we afleggen en de struggles, vind ik veel interessanter dan whatever die technologie, pas op, ik geloof wel in die technologie, ja. En dat lost wel hier en daar een deelprobleem op. En vaak heeft dat wel een bepaalde positieve impact. Door eigenlijk, ja, mensen die eigenlijk hele domme dingen doen hele dagen. Dat je denkt, we kunnen dat een beetje versnellen en dat het leven wel wat makkelijker maken. Maar voor mij gaat het vooral over dat. Gaat vooral over die connecties met mensen, waarbij dat je dingen leert, dat je dingen experimenteert en die complementariteit. Ja, ja. En daarvoor wil ik dat mensen fysiek zien. Ja, ja, zie je? Dus bij mij moet je niet afkomen, maar remote toestand, ja, dat is een keer goed voor hier en daar op een weg of zo. Maar al de rest? Nee, want het is gesproken met het World Economic Forum, zeker? Of ja. Dat vond ik wel heel speciaal, eigenlijk. Zegt, want dat lijkt me zo'n heel eliteclubje zo, ja. Van Men de Grijsaard, die zo een beetje gaan... er bestonden heel veel conspiracy theorieën over. Ja, ja. You will be happy, you will own nothing en al van die toestand.
En jij bent daar vooraf wat dat spreken over psychedelica? Ja, maar dat is ook onze. Ja. Dat is psychedelica, dat was in het kader van mentale gezondheid. En dan heb ik op twee panels gesproken over psychedelica en hoe dat positief bijdraagt tot mentale gezondheid. Maar zoals met alles in het leven is dat ik kende iemand die iemand kende en dat kostte dan een bepaalde som. Dus dat is eigenlijk ook ten dele bijdragen aan het kapitalisme. Maar ik ben een en-en persoon, dus ik dacht, laat me gebruik maken van dat forum om te gaan praten over dingen die er echt toe doen. En dat is mentale gezondheid. Maar aan zich ben ik ook niet echt de persoon die daar dan s'avonds gaat gaan rondhangen om te gaan netwerken en om mee te doen aan illustre feestjes. Dat niet. Dus ik was daar redelijk snel weg. Ik weet het, maar aan de andere kant moet je gaan zeggen... Je moet ook niet hypocriet zijn. Hè. We nemen hier een podcast op, we zetten het op platforms, we gebruiken bepaalde platformen. Wie zit er daarachter van shareholders en dergelijke meer? We zitten in een systeem en inderdaad, je kunt dan kiezen, we gaan volledig off the grid van het systeem gaan en denk, ja, weet je, maar ja, ik wil ook gaan optreden, ik wil ook connecteren met de mensen systeem. Je moet gewoon weten dat je in een systeem zit en voor jezelf, ik wat jij dat net zegt. En dat vind ik het interessante eraan, is zo, ja, ik vind dat je echt kan leven, weten dat er een systeem is, en tegelijkertijd voor jezelf een heel klein leven opbouwen, mm-hmm. waarbij dat je emotioneel vanuit het hart een deel of toch een tijd, ja, gewoon bezig zit met echt de inner circle, je kinderen, je gezin, school, van die toestand, zo van die hele praktische zaken, waarbij dat je voor de rest niet, ja... Allee, bijvoorbeeld, ja, ik heb mensen die heel dag naar het nieuws kijken, en ik kijk dat dan niet naartoe wil, en denk, ja, oké, okay, ja, je weet niet dat dat en dat gebeurt, dus, ja, boeit me eigenlijk niet. Dus je kunt dat wel, maar er is wel een bepaald systeem, en je had een bankcontact nodig voor te kunnen betalen. Het is niet dat je dan met mijn hoop schapen afkomt, dat ik zeg, ja, hé, of je schapen moet je, en... Allee, ziet, dat zou... Dat zo, verrassing zijn, maar jawel. Ja, dus ja, be the change, je denkt zo van, ja, weet je, ik heb nu geen hoesting voor daar met een tanken in het World Economic of Ironic Forum te gaan zitten doen, en met de CBDC denk ik, ja, ik ken er mijn mening over, maar ik denk van, we gaan hier doen. Nu, de psychedelica, ik vind dat, ja, dat is een van de redenen natuurlijk dat je gevraagd hebt, buiten het feit dat ik dacht van, er zit wel heel veel in de mens. Mm-hmm. En ik vind wel, voordat we daar dieper op ingaan, vind ik het wel... het klinkt misschien een beetje vrij raar, maar ik denk dat er... dat er meer mannen dienen te zijn die opstaan, die staan voor wat ze staan, zonder dat ze in dat pussy tear jerking moet ik een keer nog mee wat ik allemaal meegemaakt heb. En die zo heel, ja, met hun wit kleed op, in haar bloot had op een weidestand slaan. En alleen maar daar zijn, in de Alles is Liefde community. Maar die zo effectief de lichaam zijn van de twee. Hè. Zijn net gelopen, misschien zijn vuil. Hè. En dat je effectief de twee en dat je er ook voor durft staan. En ik vind dat ook wel een belangrijke, omdat ik voel en merk dat heel veel mannen op zoek zijn naar zichzelf en enkel onder een titel van hun job nogal zijn. En zeker zo 35 tot 55 zo. Ja. En dan hoor je de bore-outs en de burn-outs. En dan of alcohol, drugsverslaving, dingen kopen, affaires aan de lopende band. Of hoe je niet te willen voelen en echt die connectie met zichzelf compleet kwijt zijn. En ik had zo van twee keer nog een aan de lijn, zo'n ex-PwC-gast, hè. Super briljante kerel vanuit zijn hoofd. En ik zei direct aan hem, ik zei, maar hij zit een deel getraumatiseerd, hetgeen dat je nu net meegemaakt hebt. Ik zei, je zit niet in kracht. Ik zei, je gaat niet zeker overkomen. Ik zei, je gaat weer in iets gaan stappen die eigenlijk voor jou zekerheid geeft, maar eigenlijk diep van binnen wil je totaal iets anders doen. Toen ik eerst begin voelen. Ja. Ja. En dan een heel groot bakkes, hè, en dan was die heel klein en gevoeld dat meer mannen erop naartoe op zoek zijn. Van, hoe doe je dat? Hoe doe je dat nu eigenlijk? Maar dat en-en-verhaal. Ja, volledig mee akkoord. Ja. Dus dat mensen, alleen man, een identiteitscrisis doormaken. Ik denk dat een vrouw uiteindelijk geholpen zijn door de feministische beweging en zo. Ze staan nog lang niet waar ze moeten staan, hè. Dat moet ook eerlijk zijn. Ze worden ongekortwiekt door de mannen enerzijds, maar ook
Onderling is er ook wel redelijk wat, wat vrouwen jaloezie en misprezen, daar moet ook heel eerlijk in zijn. Maar door die stroming die er moe zijn, is de man ergens ook wel het slachtoffer geworden van identiteitscrisis. En ik denk dat een man niet meer weet wat dat is om de man te zijn. En wat is effectief een man zijn, dat is ook iets heel moeilijks. Hè. En je ziet nu wel mannenfestivals opstaan en zo, om mannen in hun kracht te zetten. Ik denk dat dat een hele goede positieve ontwikkeling is. En wat wij dan doen met mannen is ook effectief enerzijds gaan kijken van wat is die vrouwelijke energie in mij, ja. En kan ik die accepteren, want heel veel mannen lopen weg van die vrouwelijke energie, hè. En dat uit zich dan in homofobe opmerkingen ook en zo, maar in feite is er niets om te geloven dat er niet eventueel, als ik kijk, want ik weet wel redelijk veel over LGBTQI en seksuele aantrekking en zo, maar ook bij mannen heb je 14% van de mannen die zich seksueel aangetrokken voelt tot mannen, maar dat uit zich veel minder. Dus mannen hebben niet echt de tools gekregen om op te gaan met die wat meer feminine energie of die feminine kant van zichzelf. Dat is één, maar ten tweede ook niet meer die masculine kant, want ten dele om die feminine energie te gaan toedekken, kom je uit bij toxisch mannelijk gedrag, of van mij, wat snelle vrouwen, wat zijn grote tetten, ik wilde die wel een keer in mijn bed krijgen, en ze toch in een homo zeer. En dat valt ook op, hè. De meeste mannen die zo'n taal gebruiken, hebben vaak ook ergens een soort van een beschamend gevoel over net die kant, over eventuele aantrekking tot mannen en die feminine kant en zo. Dus ja, ik denk dat mannen ook ergens daar een identiteitscrisis meemaken en ontheemd zijn. Maar het is ook ik denk dat het een en-en kan zijn, en wij zetten daar ook op in de retreats. Ik doe ademhalingswerk met mensen, breathwork, en dan vraag ik ook aan de mensen om te roepen en te tieren, en om, als ik dat al mannelijke energie mag noemen, om dat los te laten. En heel veel mensen hebben daar veel last mee, omdat ze daar een beschamend oordeel over hebben. Want het is niet oké om boos te zijn, het is niet oké om te roepen, maar het is wel oké. Woede mag er ook zijn, zolang dat je er maar mee kunt zitten en het op een duurzame manier eigenlijk gaan uiten ten opzichte van jezelf en ten opzichte van een ander, maar dat mag er ook zijn. Ja, ik denk dat vooral dat is wat je zegt. Dat was bij mij ook zo, hè. Is die boosheid en die woede is niet toelaten om dat naar buiten te laten komen, en terwijl dat energie, emotie is, en dat moet gevoeld worden. En dat iets wil zeggen, en dat natuurlijk wegduwt. Ja, you can run, but you cannot hide. Dus dat op een of andere manier gaat dat terugkeren. En de ergste vorm, Jan Bommeré kwam daarmee af, is dat woede die niet geuit wordt. Wat dat niet wil zeggen dat je nu eens een auto moet kapot slaan. Dat heb ik niet bedoeld. Maar gewoon het herkennen en het voelen van ik voel me woedend, dat is iets anders dan ik ben woedend. En dat zich kan vastzetten in heel veel rugpijn. Sowieso, maar alles zet zich vast in je lichaam. Hè. Dat zie ik met de mensen die ook ademwerk met mij doen. Sommigen liggen te rillen, te trillen, spasmen hebben die, omdat alle emotie opgeslagen is in je lichaam. Alle trauma ook. Hè. Ons lichaam is een veel grotere waardemeter dan dat we tot hiertoe dachten. Hè. We denken dat alles in de mind gebeurt. Hè. De mens in een mindfetige. We hebben ook een mind gekregen die heel erg krachtig is, want elke soort krijgt uiteindelijk alle middelen mee die het nodig heeft om te overleven. En bij ons lijkt dat wat meer onze mind te zijn, maar we hebben een mindfetige, maar er gebeurt heel veel in ons lichaam ook. Ons lichaam kan ook als eerste communiceren. We zijn misschien een beetje aan het afwijden, maar ik heb gelezen dat bijvoorbeeld mensen die botox inspuiten, bijna geen depressie kunnen ontwikkelen. Heeft niets met de mind te maken. Dat is omdat ze geen sad face kunnen trekken. Ze kunnen geen trieste gezichtje trekken. Want vanaf dat je een trieste gezichtje trekt, dan ga je eigenlijk signaal gaan sturen naar je hersenen van ik ben trieste. Dus het start bij uiteindelijk uw lichaam, of uw lichaam heeft een even grote uitwerking op je mentale gezondheidstoestand als je mind. Dus je moet je dat een keer voorstellen. Wij dachten altijd het start van hier, het weinig serotonine of andere gelukshormoontjes. Nee, het kan ook gewoon zijn hoe dat je kijkt naar de wereld, letterlijk. Dus er zit heel veel in ons lichaam. Ik denk dat de essentie is. Wat dat je ziet wordt bepaald hoe dat je er naartoe kijkt. Ja. En ik denk dat het omgekeerd is. Ik denk dat de mind, hoe dat je het wil noemen, dat dan een paperclipje is in vergelijking met bijvoorbeeld de intelligentie van het hart of de buik, wat sommigen ook hersenen noemen, en het lijkt er ook een beetje op. Maar we zijn zo geconditioneerd om te geloven dat het allemaal uit het hoofd gebeurt. En dat is voor mij het ding, dat is hetgene die de probleem creëert, maar dat is niet hetgene waar dat probleem kan mee opgelost worden. En we denken dat, maar als we volgende gaan overdenken en gaan analyseren,
Terwijl dat eigenlijk is van, stop een keer met dat bloed heel naar dat hoofd te laten lopen. Laat dat een keer over heel je leven lopen. En dan kom je heel snel uit met die storyteller in ons hoofd en die stem in ons hoofd, waar heel veel mensen last van hebben, net dat negatieve gedaan. Terwijl dat eigenlijk daarvoor gemaakt is. Ja, tuurlijk. Om te overleven. Terwijl, als je dan inderdaad breathwork gaat doen en meer gaat voelen in je lijf gaat zitten, meer naar de intelligentie van het hart gaat gaan, ja, en van de mind-body, zou ik het maar noemen, ja, dan zou je wel een keer kunnen voor verrassing te komen staan. Het is net die een drempel van, ja, wie ben ik? Als ik al die conditionering en die gedachten ik heb loslaat, en al die labels, en zijn daar schrik van. Ja. Hey, neem je titel af, je auto, zelfs de titel van je geslacht, je naam, bla 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 bla. Terwijl, ja, ik vind dat als je daarin gaat, dan kom je gewoon tot bijna een onbeperkt veld van mogelijkheden, waar je kan gaan experimenteren. En ja, ik bedoel, ja, dan komt eigenlijk alles wel een beetje op de wip of op de schop te staan, wat je denkt dat eigenlijk is. Dat eigenlijk... Al je houvast ook, hè. Dus dat is daar wat mensen schrik van hebben. Ze zijn een identiteit opgebouwd aan de hand van bijvoorbeeld titels op een auto, weet ik veel wat allemaal. Neemt dat af, dan is hun identiteit weg en alle houvast is weg. En dan zitten ze daar in de pool te zwemmen en wat gebeurt er dan? Ja, ze gaan ofwel terugkeren naar, of wat je ook zei, alcoholverslaving, seksverslaving. Want alles permeert. Dat is, als je wegloopt van woede, dat gaat permeeren. Nou, op een of andere manier ga je lichamelijk daarvan aangeslagen zijn. Of de woede die je misschien in een auto ervaart, ga je uiten op je partner. Dus alles komt uiteindelijk tot uitvoering. Het is energie die zich manifesteert en ergens zich gaat uitwerken. Het is net dat je lichaam ziet als een soort geleider, waarbij dat universum, die universele energie door jou kan stroomen, dat tot de vraag is van, wat wil het leven van mij? En wat zit er in mij die tot expressie wil komen? Maar dan weer tegenovergestelde is van depressie. En ik vind dat een heel interessante vraag. Maar dan natuurlijk, je kunt dat niet geraken door te denken. En dat is het rare ervan. En dan inderdaad vertrouwen, breathwork, meditatie. Ja. Zit ermee. En weet je, mensen onderschatten ook, ik gebruik dat af en toe, te veel nadenken, overprocessing, is een trauma-respons. Dus als je een persoon bent die heel veel nadenkt, dat is omdat je wegloopt. Dat is omdat er je trauma aangedaan geweest is. En je wil het begrijpen. En je bent niet oké om te zitten met je emoties. Dus in feite moet je dat loslaten. Ook het willen weten altijd is een traumareflex. Mensen die zeggen van, ik voel me niet goed en ik lees een boek over dit. Of ik lees nog een boek en ik lees nog een boek. Ik ga nog een boek lezen. De self-help junkies. Ja, dan zeg ik, stop daarmee. Stop met te lezen en stop met te begrijpen. Ik denk dat in een boek staat van Michael Pollan en hij quote Native Americans. En de Native Americans zeggen, the white man's disease, dat is dat hij probeert te begrijpen wat dan niet te begrijpen valt. Voilà. We zitten vast in dat denken en begrijpen en maar meer weten van, ik zit op atoomniveau, ik ga op subatoomniveau, ik vind het nog niet. Ja. Uit wat bestaan we dan? Allee, ja, en van daaruit dan begint met de universele wetten, dan moet je het gaan zeggen, dan beginnen al de discussies over parallele levens, ik weet niet wat allemaal. En dan, at the end of the day, denk ik van, ja, ik weet dat ik het niet weet. En dat is oké. Ik hoef dat, ik ga dat nooit kunnen grasp, maar gewoon kijk, zelfs naar het heelal. Gewoon hoe nietig dat is. En hoe dat spel aan elkaar zit, dan denk ik van, ja, weet je, ik zal er eerst mijn tijd niet gaan insteken. Ik zal misschien leven, hè. Dat stond in John Lennon. Life is happening while you're living it, of zoiets in die trend. Of while you're making plans, zo was het. Ja, zoiets, ja. En dan denk ik van, heel die discussie ook, wat was mijn purpose? Maar stop daarmee. The purpose of life is joy. Hè? Dus leef het. Ja. En zie dat niet als één ding met je hoofd en al. En stop gewoon heel die zever. En zie jezelf eerder als een levenskunstenaar, waarbij je een halve hippie bent en dat je schildert. Net als een klein kind, dat tekent om te tekenen, maar dat is niet bezig van de output en wat ga ik daarmee doen. En dat is zo, er is daar geen doel aan. Pas op, ik heb ook niet gezegd dat je een hele dag in die staat moet zijn. Je moet ook naar de bakker gaan en uit school gaan en wat dingen doen. Je hebt ook wat geld nodig. Je moet daar niet hypocriet over doen, natuurlijk. Nee. Nu, ik ken de psychedelica, dat is al iets dat ik al een hele tijd volg en dat ik ken dat leren kennen door een Amerikaan die bij Tim Ferriss op de podcast geweest is. Sam, ik weet niet wat hij juist noemt. En hij is er een die daar enorm ook mee geëxperimenteerd heeft met MDMA, met net zijn naam vergeten. Wat Sam Harris, denk ik dat hij noemt. Dan Harris, dat is een anker, een nieuwsanker, die zwaar aan de cocaïne zat.
en die dan aan de meditatie geslagen is, ja. omdat hij een angstaanval had dat on air. En zijn naamgenoot Sam Harris, weet ik dat zo heel hard, en dat door ook een deel controversieel van, ja, zelfs MDMA en dergelijke meer, en ayahuasca en eigenlijk alles. En wat ik daar eigenlijk een beetje, ik heb het nog nooit gedaan, maar het boeit me wel. En ayahuasca is zo'n tijd heel hip geweest, en denk, ja, goh, ik denk wel dat ik er op andere manier kan raken, onder andere breathwork, wat ik wel al gedaan heb. Waarbij dat je ook in een bepaalde extase of whatever kan geraken door die ademhaling. Terwijl ik denk aan uw eigen hoesting om te zitten kotsen in een emmer. wat ik wel onthoud van al die dingen, is in een aantal zaken, is van één intentie, dat je zelf zet, waarom doe ik dat, en wat wil ik daar uithalen? Waarbij dat je, ja, pak nu MDMA, nog nooit gedaan, en had er die dat doen voor weg te lopen. En to have a good time. Terwijl dat ik denk dat er echt wel de psychedelica echt wel is van, ja, mijn intentie is, ik wil dichter komen bij wie dat ik ben of zo. Je noemt dat transformatie. Maar mijn eerste vraag is van, heb dan zo'n retreat gedaan, wat dat super is. Maar vervaagt dat dan niet na verloop van tijd, omdat je in de waan van een dag zit? Dat is zo, ik dat je tanden poetst, de connectie met het universum, je dient dat wel. Dat is ik dat je een keer mediteert. Ja, dat zal zijn effect hebben. Maar het is door het regelmatig, dagelijks, het opschonen van, dat je uiteindelijk... Dat je zoveel mogelijk dat ding in stand houdt. Ja, niet volledig met je akkoord. Ik denk dat er wel twee dingen zijn. Het enerzijds je psychedelische ervaring, en die toont u ergens de weg. Ik probeer dan zo een vergelijking te maken met, je ziet Rome. Maar Rome is zodanig schoon dat je er wel naartoe wil gaan. Dus er is ergens iets intrinsieks in u dat verandert, en dat zegt van, ik wil naar Rome gaan. Dat is één. Maar ten tweede, je moet wel zelf naar Rome gaan, weet wel. Je moet wel nog de weg afleggen. Ik denk dat het wel een vrij belangrijke is. Dus ja, dat vervaagt ten dele. En je moet dan actief gaan inzetten op, wat was nu mijn intentie en hoe raak ik daar nu dichterbij? Maar er is wel een stukje van jou dat fundamenteel verandert. Bij mij was dat ook geweest. Ik heb, je hebt dat daar straks gezegd, ik heb voor consultancy gewerkt. Ik heb als wijster allemaal directeur en VP gewerkt en zo. En dan deed ik consultancy werk, maar per dag. En ik factureerde, ik ga dat hier ook gewoon open zeggen, €1400 per dag. Allee, je weet dat je ongeveer 220 dagen kunt factureren per jaar. Goed, dat is een shitload of money. Ja, dat is. Dus dat is €300.000 dat ik kon verdienen. Na mijn psychedelische reis van 3 jaar geleden, kon ik het niet meer. Niet meer. Ik zeg niet dat in de toekomst nooit meer het geval gaat zijn, maar het zal niet meer aan die intensiteit van vroeger zijn. Je kunt een keer een opdracht hier links en rechts doen, zolang dat die maar goed in lijn ligt met wat je wilt. Maar ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer opbrengen om dat type werk te doen. Het gaat niet meer. Dat is fundamenteel in mij geshift. Dus ik kom veel dichter bij wie dat ik ben en wie dat ik wil. En dat willen is vrij belangrijk. Dus, maar dat is echt letterlijk, Greg, het die psychedelische reis gedaan... En letterlijk daarna, het was gedaan... Heb ik al consultancywerk afgebouwd, dan ben ik ondernemer geworden. Ja. Serieus? Ja. Dus geleidelijk aan, in zo'n aantal maanden heeft dat geduurd. Maar ik kan het niet meer. En ik kan ook niet langer niet mijn waarheid spreken. Wat bedoel ik daarmee? Mijn vader is altijd een beetje een controversieel figuur geweest in mijn leven. Ik heb altijd gevoeld dat hij mij graag zag, maar het was vrij moeilijk voor hem om dat te uiten. Wil dat dan zeggen dat hij dat nooit zei van, ik zie je graag, nee, pakt hij je vast en al? Nee. Want ik vermoed dat, ik zeg dat dagelijks, maar mijn zoon zegt, zie dan uw wereld, maar ik ben trots op jou. Ja, dat doe ik ook met mijn zoon. Zie dan uw wereld. Maar mijn pa heeft dat nooit gedaan, maar ik voelde wel dat hij trots was. En af en toe in mijn leven heeft hij dat ook gezegd. Maar ik kon ook vrij lastig zijn. Ik weet niet of dat die gaat luisteren aan de podcast, die mag, maar ik kon ook vrij lastig zijn. Ergens verzuurd en lastig. En verbitterd in het leven? Verbitterd, ja. Echt verbitterd. En dat ook projecteren uiteindelijk op mij. En ik weet nog een paar maanden terug, je had een fietsongeval gehad. En ik was naar de visretteur geweest in Kortrijk. En ik had hem eten gekocht. Dus het is ergens terug een en-en-verhaal. Ik die liefde voel en uiteindelijk met een tretteur bij hem thuis aanklop en zo. Maar ik kwam binnen en die geloofde het zomaar amper. Wat heb je gedaan? En dan had ik ook gezegd van, ja, merci zeggen we.
Maar ik zou vroeger nooit gezegd hebben, je moet merci zeggen, wij. Want ik ben altijd in mijn leven een beetje geïntimideerd geweest door mensen met alfa-gedrag uiteindelijk. Mannen met alfa-gedrag, ja. Ik heb dat altijd gehad omdat mijn vader aan een redelijke dominant was. Maar ik wil zeggen, ik voel die liefde, ik geef dat eten van de visstructuur, maar ik geef ook duidelijk mijn grenzen aan, of mijn verwachting van, je krijgt dat hier nu van mij, je mag dank u zeggen. Weet wel, dat denk ik vroeger nooit gedurfd hebben. En dat komt ook door die psychedelica. Je weet veel meer wat je wilt in het leven. Professioneel, maar ook persoonlijk. En je bent veel meer in staat om die zaken die je nodig hebt, die behoeftes of die grenzen, om dat ook te gaan uitspreken. Grenzen, zelfliefde. Omdat dat uiteindelijk wil zeggen dat je eigenlijk content zit met hetgene wat er op je bord ligt, wie dat je bent. Ja. En dat betekent, ja, oké, je zit ooit mijn pa geweest, maar laat ons eerlijk zijn, dat is een conditionering, dat is een label, want... Met alle respect, kon ik heel zwart-wit zeggen. Hè. Buiten die zaadcel en die eicel, de rest heeft het universum gedaan. En oké, bedankt voor de eerste 18 jaar dat je mijn eten en mijn kleren betaald hebt en mijn studies. Ik zeg nu echt wel heel zwart-wit. Maar goed, want dat is typisch iets in onze westerse cultuur. Hè. In Afrika, it takes a village to raise a child. Ja. Hè. Dus dat je dan natuurlijk, ik in ons geval, hè, iemand hebt die niet in staat is. En dat is hetgeen dat ik mezelf wel voorgenomen heb van... ja. Ik wil emotioneel er wel zijn voor mijn kind. Maar dat wil toch voor niet zeggen dat ik nu hele dagen thuis zal zijn bij hem, omdat ik ook wel weet van ja... Voilà, ja. Bedoel, het is ook toon dat je moet je leven niet opofferen voor dat kind, maar toon wel aan dat kind van... Ja, papa jaagt ook zijn dromen. Nou, morgen ga ik hem afzetten bij zijn maat. Nee, wil naar de jeugdbeweging gaan. Maar ik ga in Brugge gaan, voor een droom is akoestisch gaan spelen. Mm. Dus ja, dat duurt wat is het, een uur of zo. Maar ik zet hem af bij zijn maat. En je weet dat. En dan na de jeugdbeweging ga ik hem ophalen en speel hem weer samen. Maar het is niet dat ik me schuldig voel, omdat ik hem dan niet voor hem die paar uren zit. Het is dan, ja... Maar het is weer die balans ook gaan zoeken. Ja, maar het is dat. En ik vind het vrij interessant wat hij zegt, want ik heb dat ook lang gehad. Ik weet nog dat ik, dat was december 2016, bij een coach moest ik invullen, een identiteitsmatrix was dat. En de vraag was, wie ben je niet en wie wil je niet zijn? Op die dwarsdoorsnede. En ik had gezegd, een slechte vader. Ja. Dus ik wou geen slechte vader zijn. Maar wat dat daaronder gaat, was net het tegenovergestelde wat mijn vader deed voor mij of niet deed voor mij. Dus ik probeerde altijd thuis te zijn. Maar dat is ook niet wie dat ik ben, weet wel. Dus ik heb daar ook moeten van afstappen. Dus we doen ook vaak dingen omdat we net niet willen zijn, allee, wat dat er ons aangedaan geweest is. Want het is ook een stukje in het trainen komen met dat stuk van, ja, ik mag een keer uithuizig zijn, ik moet er niet altijd zijn, ik mag misschien ook een keer roepen op mijn kinderen, weet wel, dat is ook, ze doen ook gewoon soms dingen die niet oké zijn. Hallo. Punt. Ja, en dat moet niet zijn van, oké, positive discipline, en wat gebeurt er nu in je emotionele landschap en zo. Het is een en-en verhaal. Je luistert naar je kind, dat is belangrijk, maar tegelijkertijd heeft dat kind ook een kader nodig. En ook wat jij als persoon, ja, je moet ook zelfontplooiing doen, hè, volgens de piramide van Maslow is het hoogste doel self-actualization, self-realization en zo. Dan moet je ook geen slaaf zijn uiteindelijk van je kinderen, dat mag ook niet de bedoeling zijn. Je moet ze liefde geven, je moet ze een kader geven, maar jij bestaat ook nog. Ja, en te realiseren dat elke dag die komt, dat een dag is, dat is een eigen leeflijn. Ja. En dat is de paradox van heel dat verhaal. Ik heb echt zo'n situatie meegemaakt waarbij dat ik wil het dan te hard mijn best doen. Professioneel, hè, zo'n nieuwe assignment. En heb naar Leuven donderdag. En mijn vrouw, die was ook al vroeg weg. En ik kan net een andere auto. En dat is op software dat loopt, weet ik veel. En die app zegt, ja, wil je hem updaten? Denk ik, 20 minuten, het zal wel in orde zijn. Ja. En onze zoon zat al beneden. En ik kan hem al een boterham maken, moet dat niet in. Hij had dat niet gevraagd, ik dat moet op in, papa. Moest ik hier dan niet in met choco? Ik wil een eierkoeken, een omelet. En denk, godverdoeme, ik heb wel geen tijd. Ik zou wel in 10 minuten willen vertrekken, hè. En oké, dat is goed. Maar ik had zoiets van, oké, geweld, dat ik maak een dinerkoek en al. En, maar ja, de pan zat vast. En omdat ik best wat stress had, ik smijt in die pan en ik, godverdoeme... En die pan vliep er rond, de helft plooit en hij begint te ween. Ja. Van zo, oei, mijn pa is hier over de rooien aan het aan. En ik zeg, kijk, zatje, dat is jouw schuld. Nee, papa voelt hem gestresseerd, omdat hij arts zijn best wil doen. Hè. En toen mijn vrouw zei, ik ga ik hem bij de buren afzetten. Het zijn er nog kinderen die gaan hem wel naar school brengen. En dat is allemaal in orde. En het universum heeft me dan gestraft om me nog 20 minuten op mijn park, op de oprit hier te laten staan.
updating car, you cannot drive. en het feit dat ik gewoon dat benoemd heb, van kijk, ik voel me gestresseerd, Jules, dat is nieuw fout. Dat weet ik van, bon, ik ben niet perfect, maar ik leerde het dan wel. In plaats van, wat hij zegt, ik kan dat ook, hè. Ik wil geen slechte vader zijn, in de zin dat ik het heel moeilijk met remote werken. Ik weet dat het thuis is en die komt dan binnen in een gesprek die soms wel wat moeilijk is. En toen komt hij zo binnen en vraagt hij zo van, ja, pa, de paashas, waar heeft hij die cadeaus hier ergens weggestopt? Zo van die toestand. Hij zit dan te zwaaien naar al die mensen en al. En dan denk ik ook zo van, ja, het is wat dat is. Maar ervoor had ik wel zo van, ja, dat kan niet. En ik voelde me en slecht in mijn job en slecht als pa. Ja. Dan denk ik van, ja, nee, ik moet fysiek ergens anders zitten. En als ik dan thuis ben, kan ik dan een goeie... Maar ja, dan krijg ik zo van die ding. Papa heeft beloofd dat hij niet ging werken. Nee. En zat toch boven aan die video te werken en zo. En ik dacht, ja, maar ja, je ma wou dat... Ja, maar pa, het is eigenlijk wel gelogen tegen mij. Ik denk, ja, gelijk. En dat kun je toegeven. Dat kun je toegeven, ja. Dat is zo van, ja, gelijk. Ja. En dat is zo, ja, en dat is ook dat degelstuk, hè. Dat is ook zo zeggen, ja, oké, okay, ja, gelijk, punt. Maar nu dat is dat stukje... dat is dat stukje effectief, hoe noemen ze dat... ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van goed ouderschap. Hè? Dat je kunt toegeven ten eerste wat je fout hebt gedaan en dat je in dialoog gaat met je kind. Hè? Dus zo in die herstelmomentjes uiteindelijk, daar zit goed ouderschap in. Dus stel dat je effectief iets doet waarvan je vindt van ik had dat niet mogen doen, maar je praat daar niet met je kind over, dan is dat eigenlijk niet zo heel goed. Hè? Het is net belangrijk om die herstelmomentjes te hebben. Dus je mag kwaad zijn, zolang dat er maar een herstelmomentje is dat je naar je kind gaat en dat je zegt van wat is er hier nu gebeurd? En bij mij is dit gebeurd, wat is er bij jou gebeurd? En mijn middelste dochter kan dat heel goed. Hè. Deze morgen heel gestresseerd. Het was 7:55, we waren nog naar tv aan het kijken in de pyjama, carnaval. Ze moest nog kleren hebben. En wij waren zo wat meer... Hè. Ik was zo van, allee, kom aan. En het nu maar met choco aan je kleed gezeten. Dan kom nu een keer hier. En ik ga dat maar nu moeten afvegen. En mijn vrouw zei ook, allee, ga nu een keer uit de keuken. En ze gaf ze een duwke. En mijn dochter begon te wenen. En die zei, mama, waarom duw jij mij nu? Je moet mij toch niet duwen? Je kan mij toch ook gewoon zeggen dat ik niet in de keuken moet zijn? Dat is een 8-jarige... heel pinter meisje en zo. En ik ben naar haar geweest en ik heb gezegd van, hoe mooi is dit? Hè? Hoe mooi dat jij je emoties kan benoemen. En effectief, ja, we hadden dat niet mogen doen, daar heb je gelijk in. Maar wij zijn gestresseerd en we zijn mensen, hè, wat niet mogen doen, maar dit kan een keer voorvallen. Ja, dat is, ik denk dat je op dat punt zit, dat je dat herstelmoment hebt en dat je een kind hebt van achter haar emoties kan benoemen, dan denk ik wel dat je aan zich goed bezig bent. Los van dan, je kleed is nu heel in choco en wat doe je nu in de keuken? Laat ons een keer stellen, hè. Ja, het is die verbinding, blijven in verbinding gaan. Ja, dat is het. Dus, denk dat het vooral dat is. Is dat je, dan moet je al zeggen, niet wil streven naar die perfectie. Het feit dat je streeft naar die perfectie, is eigenlijk per definitie dat je het eigenlijk al niet goed vindt hoe dat nu momenteel is. Ik weet dat dat heel raar... En ik hoorde dat al langs van die schrijver van The Subtle Art of Fucking Up. Of ja, not to give a fuck. Ja, ja, ja. Ja. En die zei zo, you are perfect as you are and you can still do better. Ja. En ik kan er een post rondom, maar ik vond het zo, ja. Maar dat is het effectief. Het is die paradox, want je eigen al zo fantastisch vindt, ben je een narcist, maar je heel bezig bent van, moet altijd beter, wat ik per definitie 14 jaar gedaan heb. Ja. Ja, Vince, maar toen was hij bezig een gat aan het vullen die niet te vullen is. Hè? Niet te vullen, dat is niet te vullen. Ik zie dat bij heel veel mensen, dat perfectionisme. Maar dat is ook een copingmechanisme. Je wil overleven in de wereld en een van de copingmechanismes is perfectionisme. Dus ik herken dat bij mij is dat ook zo geweest. Of alle hoedjes willen dragen, dat heb ik ook heel lang, tot op mijn retreats. Hè. Dus ja, ik doe mijn retreats, ik doe de sales, ik doe de marketing, ik doe de organisatie van de retreats, ik lever de retreats en zo. Ik deed in het begin nog mee. Allee, ik wil mensen dan begeleiden in dat ademwerk, en adem in en adem uit en maak contact met je lichaam. Ik was mee aan het ademen. Hè. Dus ik deed dat ademwerk mee. De laatste dag gaan we in de zee gaan zwemmen. Ik ging mee in de zee gaan zwemmen. Dus ik had al die petjes op, weet je. En op een bepaald moment word je er gewoon moe van. Het is ook ergens toegeven aan jezelf van, het is oké, je moet niet perfect zijn. Het is oké om niet alle verantwoordelijkheid te dragen. Het is oké om in iets niet goed te zijn. Ik vind het nu vrij interessant dat je dat vertelt. Ik heb van de week ook zo'n situatie meegemaakt, waarbij dat ik een bedrijf help, qua sales en business development, en... ik ben nogal redelijk ongeduldig van aard. Dus dat wil ik zeggen, als alles
loopt zo dat moet lopen, dan ben ik heel chill. Maar als ik zie dat er geen beslissingen genomen worden of dat er getalmd wordt, ga ik wel redelijk rood worden. Bij spreken. Ik zei, gasten, alstublieft. Herkenbaar. En ik zei het tot op staat, betaald eruit en denk, ja, je betaalt me voor mijn gedachten te zijn. Dus ja, allee, ik zie je baas niet, maar we don't beat around the bush. Je wilt dat veranderen, dus, allee, goed. En iemand dat mee samenwerken, een collega, die is zo, noem je dat, general manager geweest. Zo, en die is zo de perfecte balans tussen ratio en emotie. En ik kan zo met heel veel geduld in de meeting zitten. En dat ging over een bepaalde communicatie die ging moeten verteld worden. En zij kwam in de call, voor dat te bespreken. Ik zei, kan dat zeggen? Ik denk dat het goed is dat je daarbij gaat zijn. Ik zat in een auto, dus ik moest die call van mijn auto doen, wat ik al niet echt optimaal is. Dus de connectie was niet super, je kunt ook niet iedereen echt goed voelen, dus dat was een klein beetje. En er was een stuk van mij die het echt zodanig goed wil doen, omdat ik dan in een bepaalde prestatie-slash-stress-staat stond. En toen heb ik de neiging voor, inderdaad, zoals dat hij zegt, alles zelf te doen. Hij smet er dan nog wat perfectie bij, en prestatiebazaartoestand. En toen heb ik de neiging, om alles te willen doen. Dus en het sales en business development stuk, maar ook het, moet dat zeggen, het algemene, ik kan niet zeggen management, maar dat communicatiestuk. En dat is zoiets bij mij zo, ja, niet iedereen is zoals ik, die dingen heel snel processt. En mensen die iets moeten laten zakken, dat ik erover nadenken, die dat ik kan over spreken. Terwijl bij mij is dat, paf, opvolgende. En ik heb geleerd dat je moet aanpassen in die energie, iedereen wil mee. En ze deed dat zodanig goed, dat ik echt een uur mijn muil gehouden heb. En ik gewoon zette, ja, met nu besproken, het is goed, bye. En ze zit dan achteraf, dat was het, ja, Peter had gehad. En ik zei haar dat, hij zit dat gewoon echt veel beter in dan ik. Ik kreeg daar geen energie van en ik ben daar niet zo goed in. En toen had ik echt wel geleerd van, en ze zei, ja, maar dat voorzeker ook. En toen dacht ik echt zo van, ja, dat was voor mij echt zo essentieel, die les van, ja, je kunt het wel benoemen, zet mensen in, maar het is oké om dat niet na te gaan en niet te wel blauw, rood, geel, groen te zijn. Iets wat ik wel mee struggelde van, ja, ik wil het hier allemaal doen. Ja, en de Excels, en de dashboards, en de dit en dat. En dus dit, ik wel echt geleerd van, nee, dat moet je niet voor bij mij zijn. Terwijl vroeger zag ik dat van, oei, doen hier mijn rol niet goed. Ja, voilà. En zeker als je zo wat meer semi-leiding hevende achter zoiets zei het zo, dacht ik van, oei, ik zit hier. Ze gaan denken dat ik niet serieus genomen worden of van... Of van, het is te inspirerend en inspiratie is sowieso... Geel is sowieso... Ja, of zelfs dat zo... Dat is niet echt. Dus ik vind dat men al die hoedjes moet dragen. Terwijl nu denk ik... Het is goed om niet alle hoedjes te willen dragen. Nu goed, psychedelica, want dat is de... Psychedelics. Nee, is dat microdosing? Is dat ayahuasca? Want dat is voor jou een heel brede term. Hoe werkt dat dan? Is dat een mix van alles? Hoe moet ik me dat voorstellen? Dus wij werken met de truffel, de magische truffel, in Nederland. Dus allee, wat dat voor ons belangrijk is, wel de legaliteit en zo. Dus daar werken we mee en daar zit er psilocybine in. En psilocybine is een psychedelicum en dat zorgt er eigenlijk voor dat de mind gemanifesteerd wordt, waardoor dat je beter in staat bent om bijvoorbeeld een aantal professionele keuzes te maken of een aantal persoonlijke keuzes te maken. Wordt er meer empathisch van, wat is het nog allemaal, meer veerkrachtig ook. Dus eigenlijk allemaal zaken eigenlijk wel van toepassing kunnen zijn voor mensen uiteindelijk. Het wordt ook heel effectief ingezet voor het bestrijden van stress, voor posttraumatische stress bijvoorbeeld bij veteranen wordt het ingezet, bestrijden van majeure depressie. Dus binnen de klinische context, met de medici en zo, wordt er eigenlijk voornamelijk ingezet voor het bestrijden van een aantal zaken die in de mentale gezondheidssfeer plaatsvinden. Bij ons is het meer vanuit persoonlijke en professionele doeleinden. Dus eigenlijk een soort van een coachings-trainingstraject dat wij aanbieden, waar dat psychedelica een van de middelen is om tot doorbraken te komen. Dus maar dat doen wij. Is dat dan... Allee. Dus dat zijn grote doseringen, dat zijn macro-doseringen, geen micro-doseringen. Oké. Okay. Ja. Nu, als je kijkt naar klassieke, een beetje praten, psycholoog... dat zal zeker een effect hebben. Alleen, maak ik dan, dat is zwart-wit, maak ik dan stellen dat dit een soort shortcut is naar de essentie in jezelf,
En dat je misschien met het mentale, wat dat weer praten is, dat je er gewoon niet gaat geraken. En in plaats van heel wat andere coachings eigenlijk te gaan doen, want allez, dat is nu wel heel de... Ik heb het over mental coaching, of lifestyle coaching, ik had dat zo zeggen. Ja, zitten er zo wat frameworks en al van die toestanden. Mag je dat dan echt zien als een soort shortcut? Het is een katalysator, vind ik. Van katalysator, dat is een betere woord. Ja. Ik vind katalysator beter uiteindelijk. Ik heb echt mensen, en dat blijkt ook uit klinische studies, die zeggen, wat je kunt doen in één sessie, dat kan 10 jaar therapie zijn in één sessie van 4 tot 6 uur. Of ja, je weet dat, 10 jaar therapie of 100 uur therapie. En dat zeggen mij mensen ook van, wauw, het veel mensen die uiteindelijk ook naar coaching gaan of die naar therapie gaan, want we blijven ook eigenlijk maar mensen, of die eigenlijk naar therapie zouden moeten gaan, maar het niet doen. En die fundamenteel geholpen worden daardoor, omdat het echt transformatief is. En effectief, hetgeen dat je zegt, dat praten, dat is weer dat cognitieve leuk, dat is weer met je hoofd. En enerzijds, als je echte gedragsverandering wilt, dan moet je echt op identiteitsniveau gaan werken, op overtuigingsniveau. Maar dat zijn vaak zaken die jarenlang ergens een copingmechanisme van mensen zijn geweest, of die jarenlang in hun lijf zitten. Als de papa of de mama continu zegt, van, het is niet goed genoeg, ja, dan... is dat heel moeilijk om met klassieke therapie dat weg te nemen, dat gevoel van niet goed genoeg te zijn. Of mensen zijn cognitief mee. Ik weet dat waar is, dat ik eigenlijk goed genoeg zou moeten zijn, maar kom er niet, weet wel. Dus ja, mag ik tegen mezelf nu nog zeggen, met cognitieve behavioral therapy, van ik ben wel goed genoeg. Ja man, als je 40 jaar verteld geweest dat je niet goed genoeg bent, dan moet je dat 100 keer per dag zeggen, dat gaat niet veranderen. Sorry, ook voor alle klassieke therapeuten, maar ik ben er zelf ook geweest. Ik heb een mentale gezondheidsproblematiek die ik ook ontwikkeld na mijn burn-out en zo. En klassieke therapie werkt niet voor mij. Wanneer had je een burn-out gehad? In 2019, ja. Nu, dat heeft zich opgebouwd bij McKinsey. En dan ben ik in de bedrijfswereld gestapt en zo. En dan was ik ook vrij op zoek met, oké, ik zit hier nu, hoe kan ik naar het VP-niveau gaan? Hè, dat ego sprak en zo. Mm-hmm. Maar dat komt vanuit mijn jeugd. Ik ben continu verteld geweest op indirecte manier dat het niet goed genoeg was. Dat was, ik weet dat mijn papa in tweede middelbaar mijn rapport heeft omcirkeld, 79,5 stond er, heeft omcirkeld. En de leerkracht had gezegd, net geen 80. Ik deed Latijnse trouwens. Hè. Mijn papa heeft gestudeerd tot zijn 14 jaar, is kapper. Ik wil even maar zeggen, van even duiden, als dat dan komt, dan leek me dat ook ergens... Ik vond dat niet eerlijk, gezien wat ik nu net heb verteld. En ten tweede, het blijft toch uw vader en hij zoekt eigenlijk wel een beetje erkenning. Een beetje? Mijn ma zei, hij heeft 85% tegen de mensen. Dus ze zei eigenlijk ook op die manier dat ik niet goed genoeg was. Ja. Dus, dat is heel herkenbaar ook. Ja. Ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt. En ik weet dat de drijfveer, en dat is het speciaal aan dat ding, is dat... En dat is niet right or wrong. Maar ja, ze willen dat jij een beter leven hebt dan dat zij eigenlijk gehad hebben. En ze denken dat door die punten en de diploma, dat je door meer geld gaat doen en succes gaat krijgen. En dat je succes krijgt, dat je dan eigenlijk gaat gelukkig zijn. En je kan hetzelfde. Ik bedoel, pest en dit en dat, stil geweest en al. En dan muziek beginnen spelen. En dan beginnen studeren. En dan in start-up wales. En ja... Dat toevallig ingerold, dat het dan succesvol geweest met een aantal exits. Ja, en ik heb dan die identiteit aangenomen, maar dat was eigenlijk gewoon om zo rap mogelijk VP of CEO te kunnen zijn. Ja, dat was niet voor gelukkig te zijn, want ik ging op mijn 32e het leven stappen. Dus ja, en ik kan het letterlijk materieel alle, maar echt alle. Maar ja, één keer, je kunt niet nog een grotere nood winnen van je maten toe en nog meer geld en denkt van dat is het eigenlijk niet. Of nog een groter optreden en denk, dat is het ook niet. En dan op een bepaald moment stopt het. Dan heb je zo, en nu? En nu. En dan begint het, hè. Maar dat is gevormd in je jeugd en mijn copingmechanisme was altijd maar beter doen. En altijd maar beter doen was stijgen in de hiërarchie. Uiteindelijk dan veel geld verdienen en dan heb je een burn-out. Maar wat ik wil zeggen ook is van als je dan klassieke therapie doet en zo, dan zeg je wel tot je 35e die persoon geweest. Dus, en je weet hij dat wel, dat je waarschijnlijk op zoek bent naar erkenning via titels en zo. Maar met dat weten zij niks. En ik heb ook veel mensen die uiteindelijk naar mij komen die zijn ergens een talent, is een intellect. Dus als die naar een coach gaan misschien... sommige mensen gaan zich daar misschien in herkennen. Als je naar een coach of naar een therapeut gaat,
je weet dat, je kent dat verhaal, je kent die narrative. Je vertelt datzelfde verhaal dat je eigenlijk al 1000 keer in je hoofd gereciteerd hebt. En de mensen zijn dat ergens beu, ze willen dat niet meer. Ze weten dat ze ergens nog meer zichzelf kunnen worden. En ze vinden klassieke therapie niet meer afdoende. En zo zijn er ook heel wat mensen die naar mij komen om te zeggen van... Ja, maar pff, ik ben die therapeut iets aan het leren in plaats dat die mij iets aan het leren is. Weet wat? Ja, maar er is ook nog een ander punt. Hoe noemt ze? Dat was een vrolijke coach. In Knokke, het is een Limburgs, ik ben haar naam vergeten. Astrid Niels. Mm-hmm. Die zit in mijn hart en die zei zo, ga je nu een keer stoppen met zo fantastisch goed uit te leggen en een beetje meer te voelen. Ja. En dan inderdaad, zei je eigenlijk in staat om een therapeut onder tafel te praten. Mm. Om eigenlijk geen eigen zodanig iets wijs te maken in een bepaalde loop in je hoofd. Ja, en dan is je echt enorm afgescheiden van jezelf. And you will pay the price. Mm. Anyway, the lesson needs to be learned. Ja. Maar wij schakelen dat uit, like, psychedelica is zo manifestation of the mind, maar het gebeurt niet zo. Allee, het is niet dus omdat je eigenlijk rest in het onderbewustzijn Je brengt je bewustzijn in tezamen met het onbewuste en zo, en het onderbewuste, dat gebeurt er. En dan eigenlijk de verzameling van dat alles leidt eigenlijk tot doorbraken en zo. Hetzelfde is met dat ademwerk, heb je ook gedaan, je schakelt eigenlijk die mind uit. En dan zit je echt, je zit bij een soort van waarheid die de mind overstijgt uiteindelijk. En daar ligt er heel veel, er ligt heel veel voor te rapen uiteindelijk. En dat zie ik bij iedereen die meegaat. En dat zijn allemaal ondernemers, hè? Dus dat zijn niet de wishy-washy, hetgeen dat je dat straks zei, witte kleren aan, lang haar, met de banjo spelen en zo. Dat is niet. Dat zijn de banjo. Ja, om zo wat vrouwtjes binnen te rijden en zo. Allee, weet je, dat zijn ook meestal mannen die komen bij mij. Dus meer dan 80% van de mensen die samenwerken met mij, dat zijn mannen. Hè? Dus die zien ergens toch die combinatie van ex-McKinsey corporate en dat weer... wishy-washy gebeuren, hè. Die zien dat ergens samenkomen in mij en die tekenen dat ook voor, dat ik heel, voor dat, in. Dat is dat ik het eentje alleen wilde zeggen. Ja. Want dat is eigenlijk hetgeen dat ik eigenlijk moet dat zijn. Het sales business development stuk is voor mij een hoofdelijk ding dat ik toevallig kan, maar dat is niet omdat ik op de wereld gezet ben. Alleen gebruik je dat wel als een excuus om contaminate from within. Dat je altijd met je zit authentiek. Ja. Wat is de authentiek zijn? En dat is zo, be the change, dat voorbeeld, en in iedereen hier gaan stappen. En de ene keer dat je dat vertelt, dus, moet je gaan zeggen, en ik denk dat dat is hetgeen wat hij wil vertellen, is dat jouw klanten ook dat zo mogen noemen. Ja, die hebben zoiets van, dat is een van ons. Ja. Hé? Dat is niet een zwever, dat is een zweefteef. Hé? Ja, natuurlijk, hetgeen dus dit wel door. Dat je, als je de taal spreekt van je klant, mm-hmm. en dan niet heel een beetje van trilling en energie en al van die toestand, dan die gasten ook zoiets zijn van, ik bedoel, dat is een van ons. En ik denk dat dat een heel belangrijk is. En ik denk dat die andere community, ik kan niet zeggen, doorgeslaan is. Maar en ik heb daar niks op tegen, hè, dat wil het heel dagen in vertoeven, maar ik denk van, en ik denk dat vooral dat is. Wat hij zegt daarnet in het begin, en nu snap ik het wel, is die bruggenbouwer tussen die twee werelden. En zijn het dan die dat meerdere keren doen? Mm-hmm. Ja. Ik zie dat mensen wel zo... Ik heb een groot aantal klanten die terugkomen, meestal zo na 9 maanden tot een jaar. Maar is het dan in een dag? Of is het dan dat zijn 3 dagen. 3 dagen. Ja. En het is ook niet... Want dat wordt vaak gevraagd, is dat verslavend? Dat was het volgende, Een onderzoek geweest van medische publicatie dat gekeken heeft naar alle substanties die schade veroorzaken voor de mens. En... paddenstoelen en truffels behoren tot de paddenstoelengroep scoren 6 op 100. Dus maar 6 op 100 schade scoren. Moeilijk voor de West-Vlaming, kort ik de schade scoren. De schade scoren. Alcohol scoort 72 op 100. Het is enkel in Kortrijk dat ze met de schoen... Schade. Met mijn schoenen naar school. Met mijn skateboard. Maar bon, alcohol scoort 72 op 100. Is het meest schadelijk voor de bevolking. Dus ja, ik zit ergens... Enerzijds probeer ik een beetje de mensen te educeren in het feit dat paddenstoelen heel erg nuttig zijn en eigenlijk al duizenden jaren gebruikt worden. Maar ik zit dan nog te vechten tegen een soort van... Het blijft wel drugs, hé. Ja, het blijft wel drugs. Het is drugs. Het is drugs. Het is drugs. Nee, het is plantmedicijn.
En alcohol is drugs. Allee, ja. Als je het zo mag noemen. Alcohol is neurotoxisch. Ja, het enige waar drugs, alcohol he? Mee helpt, is je losser maken en weglopen van jezelf. En de moeilijke situaties in de kamer. He? Met alcohol kun je met je onkel of met je vader in een kamer zitten en leuk te maken en over vrouwen klappen en over voetbal klappen of over bevinden klappen. Ik weet niet wat dat allemaal is. Dat is alcohol. Maak het gewoon wat last. Allee, wat makkelijker, want anders wordt het heel lastig. Maar jij drinkt niet meer? Amper. Ja, ik amper. Drink nooit meer. Ik. Ja, amper. Nee, niks. Ja. Ja. Een druppel. Dus echt, en na gebruik van psychedelica is ook wetenschappelijk bewezen dat je zin in alcohol fundamenteel of drastisch vermindert. Het is alsof dat de plant wil zeggen aan u van, dit is niet goed voor u. Het is ook wetenschappelijk bewezen, het is niet goed. Het is, elk glas is neurotoxisch, het breekt hersenen af. Elk glas. Dus mensen die zeggen, één glaasje per dag, niet goed, het is niet goed. Ik ga het niet gaan veroordelen, maar weet gewoon vanuit de wetenschap, die soms ook belangrijk is, niet alleen spiritualiteit, maar ook wetenschap, dat het gewoon niet goed is. Dus 6 op 100 paddenstoelen, 72 op 100 alcohol. Nee, maar dat is ook geen schrik voor hen, eerlijk gezegd. De verslaafdheid zou bij mij eerder zijn. Het is fun om daarin te zitten, ik had nu een heel zweven genoemd, de 5D-wereld, hè. Waarbij dat je elke vorm van het fysieke lijf kwijtraakt, want dat is hetgeen dat ik me bij voorstel. En als je zo een keer door meditatie al een keer een bliss-ervaring had, ik zou wel nog een keer zo'n ticketje willen kopen voor de bliss-kinipolis te kunnen ervaren. Ja, maar dat is ook zo, omdat dat gewoon... Dat is een heel fantastische ervaring om eigenlijk te kunnen... En aan de andere kant, Maar het is te intens. Zie je ook, wat wij ook een beetje proberen anders te doen. Wat bedoel je, het is te intens? Het is gedurende 3 à 6 uur dat je echt wel door de mangel wordt gehaald. Hé. Dus dat wil ik zeggen, het is alles dat revue passeert. Pakt alles wat u aangedaan kon geweest zijn, of alles wat je wilt. Er komt heel veel verdriet naar boven, komt heel veel geluk naar boven. Het is echt een je krijgt echt 100 uur of 10 jaar therapie in 4 à 6 uur of in 3 à 6 uur. Dat is intens voor jezelf. Je komt daaruit in een blissful state, maar je voelt je ook wel geradbraakt. En dat maakt net, zijn twee redenen, omdat zo intens is, dat je het niet onmiddellijk wil opnieuw doen, omdat je zoiets hebt van, het is fantastisch, maar ik ga even toch wel een maand of 6 wachten of zo. Dat is één. En ten tweede, het bouwt resistentie op in je lichaam. Dus je kunt er niet naar craven, want je receptoren worden eigenlijk toegeslipt met die psychedelica. En dat is anders dan bijvoorbeeld een cocaïne. Dus de psychedelica, truffels werken op de serotonine en cocaïne werkt op dopamine. Ja, dus wacht, ik kan je goed verstaan. De serotonine zorgt voor dat is, als dat te laag staat, dan heb je gebrek aan vertrouwen. Ja. Voel je eigenlijk depressief. Hè? Ja. Dopamine is inderdaad de kicks. Hè? Dat is daarom dat porno ook zo slecht is. Ja. En cocaïne en al. Dat is echt zo. Sigaretten. Zo dat verlangen naar die dopamine levels. En dat is een heel belangrijk, omdat ook social media. Ja. Ja, hè? Voor die dopamine echt wel terug te brengen naar normale levels, omdat je had er uiteindelijk op termijn kapot dan. Maar dus dat wil dan eigenlijk zeggen dat je dan eigenlijk door die psychedelica eigenlijk de serotonine enorm gaat verhogen, eerlijk gezegd. Ja, dat werkt op die receptor uiteindelijk, effectief, ja. Dus die wereld wordt gecreëerd ook aan de hand van die serotonine-receptor, dus die hallucinaties en zo. Dus had het op de dopamine gewerkt, dan kon het verslavend geweest zijn, maar op de serotonine heb je dat niet. En de resistentie bedoel ik, ook als je bijvoorbeeld microdosing doet, wat dat iets anders is dan macrodosing. Macro is een groot, dat doen wij. Microdosing is eigenlijk 1/10 à 1/20 van psychedelica nemen om creatiever te zijn, om je een beetje beter te voelen. En maar je mocht daar geen hallucinogene bijwerkingen van hebben, dat is een hele belangrijke. Maar dat zijn eigenlijk twee andere zaken die je eigenlijk met dezelfde truffel of dezelfde paddenstoel bekomt. Dus dat is misschien ook wel interessant om te weten. Maar je bouwt resistentie in je lichaam op. Dus dat wil zeggen, zelfs als je microdosen, dan moet je na 4 of 6 weken stoppen. Omdat je anders geen uitwerking meer hebt. Je gezicht is gesatureerd. Ja, dus dan moet je een maand stoppen met microdosing. Weet wel? Anders haalt het niets uit. Dus stel dat je zo verder gaat, dan zou je er niets meer van merken. Dat alles went. Dus dan ga je zeggen, van, ik heb het niet meer nodig. Weet wel? Dus je gaat eigenlijk natuurlijk gaan zeggen, van, ik heb het niet meer nodig. En hoe verhoudt zich dat tot ayahuasca en heel die een bazaar? Want als ik dat hoor, ik heb zo mensen die echt zo de ene ayahuasca, echt dan van de pad en van dan dit en dat, die zo de een achter het ander doen, dan met een sjamaan en die zo... Allee, ik ga weer wat mee, ik ga weer wat loslaten. Ik denk zo, we zijn nu weer al in het proces, heel je leven. Allee, denk van... Leef nu een keer. Maar dat geloof ik ook wel. Dus ik denk dat je er ook wel een punt hebt. Ik denk dat er zijn zoekers onder ons. En mensen die blijven zoeken.
En ik geloof wel dat er een deel van de bevolking is die zich ook verliest in dat spirituele pad. En ergens is het proces mag ook ergens stoppen, weet je wel. En, soms zijn niet heel... Is ja, iets van, zo... En integratie is superbelangrijk. Ja, integreer nu een keer van wat er gebeurd is. En integratie, het is geen dat ik daar straks bedoelde, maar naar Rome, de weg naar Rome is nog steeds lang. Hé. En als je dan weer, als je dan plots weer een psychedelische trip doet en je ziet dan niet alleen Rome, maar je ziet ook Bologna of Milaan, of ik weet niet wat, om in Italië te blijven. Niet dat ik iets met Italië. Alhoewel dat ik Latijn gestudeerd vroeger. Maar ik wil maar zeggen, ja, ga eerst keer naar Rome, weet wel. En blijf dan een keer in Rome. En zie een keer hoe dat is in Rome. Vooraleer dat je weer wil weggaan, omdat je een nice shiny object ziet en naar Milaan wil gaan, of ik weet niet wat allemaal. Dus integratie is een belangrijke. Want wat heb je gezien? Wat wil je daar nu mee? Wat stukje ga je gaan herkennen? Wat stukje wil je loslaten? Wat stukje wil je anders doen? En dan, als je het dan anders doet, en zij op dat punt, zit daar nu een keer mee. Zit daar nu een keer 6 maanden mee? Zit daar nu een keer een jaar mee? En als je dan weer zoiets hebt van, goh, ben klaar voor de volgende stap, oké, dat kunnen we praten. Maar ayahuasca, dat was ook een van uw vragen. Ayahuasca is eigenlijk, dat is een brouwsel, komt eigenlijk van Latijns-Amerika, ja, wordt eigenlijk gedaan shaman, in Peru, hè? Colombia, mm-hmm. wordt begeleid door curanderos, dus eigenlijk shamanen. Initieel dronken zij het sapje en niet de klanten, om zo als orakel te fungeren, wat dat ook gebeurde ten tijde van de oude Grieken trouwens. Zij hadden ook een brouwsel, Kikeon, en dat waren ze eigenlijk het orakel voor de rest van de bevolking, maar eigenlijk als westerse maatschappij en we daar een stukje, allez, ik wil dat niet te hard gaan gebruiken, maar we hebben daar een stukje toe-eigening van gedaan om te gaan zeggen van oké, maar ik ga het ook drinken. En dan is er ook wel gebleken. Beetje commercialisering? Ja, een beetje commercialisering, maar ook in de hand gewerkt door. Hè. De natives verdienen er ook geld aan. Hè. Allez, het is ook een en-en-verhaal. Hè. Maar zijn, dus in feite, waar dat eerst de shamanen het deden, doen nu de klanten het ook. Maar ze zien ook dat het ook helpt, hé, tegen majeure depressie. Dus het helpt ook effectief wel. Hé. Maar ayahuasca is een ander psychedelicum, dat is eigenlijk voornamelijk DMT dat daarin ja, zit. Ja, maar dat is de stof dat je eigenlijk, als je net aan het sterven, als je gaat sterven, dat is de stof die dat ja, aangemaakt ook wordt. Ook pineal gland. Hé, ja, zo, pineal, ja, 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 ja. Noemt dat de pijnappelklier. Ja, en die zit ook in je lichaam, hé, ook terug wetenschappelijk bewezen. En zo. De pijnappelklier. Ja, de pijnappel, ja, dat is het hier, ja, maar DMT ja, heb je ook als natuurlijk psychedelicum in je lichaam. Ja, 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 het is ja, dat, want dat wordt geactiveerd als je gaat sterven, dat is zo de laatste... Ja, ja, als mensen zo een soort near-death experience ja, dat hebben, dat komt daardoor. Hè, waardoor dat ze nu eigenlijk ook meer en meer onderzoek toont eigenlijk aan dat we misschien ergens in een continuum leven en dat effectief deze stap, zonder te esoterisch te willen klinken, op aarde een soort belichaming is van een bepaalde fase. Hè, maar dat dan... Eigenlijk via dan de DMT, dat dan een andere wereld zou beginnen. Zou beginnen, good, zeg ik wel. Hé. Ja. En dat is beginnend wetenschappelijk onderzoek. Hé. Dus dat is niet noodzakelijk mijn standpunt. Maar bon, we weten ook zo weinig. Whatever. We denken alles te weten. Maar ja, dat is het weer. Ja, he. Voilà. Dus. Maar dan ayahuasca, wat ayahuasca wel doet, in tegenstelling tot de truffel, is, ja, heb dan wel dat overgeven, en zo de purging en zo. Omdat ja, dat zijn verschillende planten die dat ze samenbrengen. En dat heeft ook het effect dat je moet overgeven, of soms ook buikloop hebt, diarree hebt. En ze zien dat dan ook binnen de shamanistische als loslaten, context als loslaten, als stukjes van jezelf dat je kwijt moest zijn en zo. Dus dat is dan anders dan. Maar er bestaan superveel psychedelica. Je hebt enerzijds degene die natuurlijk voorkomen en zo. Maar MDMA wordt ook... Dat wordt ook al tot de psychedelica gerekend, maar dat is eigenlijk meer een empathogeen. En daar wordt er eigenlijk ook fantastisch werk geleverd. Zeker in Amerika voor bestrijden van PTSD, posttraumatische ja, stress, bij veteranen. Ja. En ik heb het geluk gehad om op een panel te mogen zitten met Rick Doblin. En Rick Doblin is eigenlijk de baas van MAPS. En MAPS is bezig met het legaliseren van MDMA voor dan uiteindelijk voor gebruik bij veteranen en zo. En die is daar sinds 86 mee bezig. En dat zal er waarschijnlijk heel snel komen. MDMA en psilocybine zijn ook goedgekeurd in Australië. Psilocybine in een aantal staten in Amerika. MDMA zal ook snel volgen. Dus binnen 5 jaar, MDMA, wat dat in ecstasy zit, dat wil ik even ook wel benadrukken, zal gelegaliseerd worden. Hè. Dus ecstasy, allez, maar ecstasy is dan nog met een aantal andere amfetamines ja, bij en zo. Dus, maar dat gaat er komen. Hè. Dus voor alle mensen die zeggen van het is drugs, het is drugs, het is drugs. Het komt, hè. De drugs komt er. Hè. Allee, dat is een realiteit. Hè. Omdat er gewoon fenomenaal werk wordt geleverd. Ook voor koppeltherapie. Hè. Koppeltherapie below the radar in Amerika onder andere. En hier ook ergens in Europa begint dat al, en zelfs in België, op te komen. MDMA als koppeltherapie? Koppeltherapie. Jij en je partner nemen MDMA en gaat babbelen over hun shit. Omdat je als koppel op een bepaald moment ja, eigenlijk... kunt afstand nemen van elkaar, of niet, maar het een aantal olifantjes hè, dat je niet bespreekt. Hè. En MDMA zorgt ervoor dat je eigenlijk gewoon kunt benoemen wat er gebeurt en dat de ander het kan ontvangen vanuit liefde en niet
niet van, oh, godverdomme, hé, hij zit te zeggen dat ik de navas niet toe, maar hier, godverdomme, hij zit de hele nacht te snurken. Hé. Dus, maar dat ik zeg van, ik begreep wat je wil zeggen, hé, ja, inderdaad, ik doe de navas niet, maar weet je dat ik met X, E en Z bezig ben? Ik begreep dat je met X, E en Z bezig was. Sorry dat ik dat zo verwoord heb. Maar dat doet MDMA aan jou, hé. Dus dat gaat er ook komen. Weet je, ja, dat gaat er ook komen. Ik denk dat Big Pharma nou een serieus probleem had met al die toestanden. Ja, ja, voilà. Maar dat proberen ze nu ook. Allee, het is een en-en verhaal, want wetenschappelijk onderzoek, ik ben niet tegen Big Pharma. Ik ben voor en plantmedicijn en Big Pharma. Maar het probleem is gewoon dat Big Pharma nu ook probeert die markt te commercialiseren door zelfs psilocybine te synthetiseren. Ja. Dat is dan exact weten hoeveel er in een pilletje zit voor een klinische studie. Dus dat is dan de verhaallijn uiteindelijk. Hè. Want ze proberen gewoon een veranderende markt terug te gaan domineren. Hè. En daar moeten we een beetje van oppassen. Hè. Want uiteindelijk, de Big Pharma is ook verantwoordelijk. Ik las dat deze morgen nog. Vroeger, 50 jaar geleden, hadden we 50 mentale aandoeningen uiteindelijk die in de Diagnostic and Statistical Manual for Ja, die in een groot boek. Ja, inderdaad. Dus ik weet niet hoe, ja, en nu zijn er honderden mede in de hand gewerkt door de Big Pharma. Die zijn, laat me dit opnemen en dit opnemen en dit opnemen. Want als we dit opnemen, dan kunnen we dat pilletje daarvoor maken. Het is een en-en verhaal. De mensen moeten nog altijd kritisch inzetten. Ja, het is exact dat. Hè. Het is niet per definitie al slecht. Het is ook niet per definitie al goed. MDMA en koppeltherapie. Ja. Boeiend. Ja. Had de psychedelica me van mijn snurken afhelpen? Mijn vrouw wenst dat en ik weiger om te laten snijden. En ik weiger, ik weiger. Ik denk dat er nog geen studies, klinische studies zijn met MDMA snurken. Maar eigenlijk, ik wil MDMA nemen onder het mom van, ik ga er minder van snurken dan jij dat je doet, Peter. Nu, maar MDMA gebruik je niet in je retreats, hè? Nee, dat gebruik ik niet in mijn retreats. Maar ik zou daar heel graag mee werken, ja. Want? En dat is omdat dat momenteel nog niet legaliseerd is. Ja, effectief. Dus, en daarom ga je naar Nederland, omdat daar legaal is hetgeen wat je daar doet. Daar doe ik het, ja. Dus wij zetten in enerzijds op die legaliteit, omdat ik merk bij ondernemers en bedrijfsleiders dat dat wel een belangrijke is. En ook een beetje voor mijn eigen, dat ik niet in zo die grijze zone wil zitten of die illegale zone wil zitten. Nee, dat is een pimp of een drugsdealer van Kortrijk. Ja, dat wordt ook al genoemd. Hè. Ja, is dat? Ja, de drugdealer. Dus mensen zeggen van, ik had nog nooit teruggedaan tot ik jou leerde kennen, Greg. Ah ja, dus oké. Okay. Het is eerder als hersend. Het is niet dat ze zeggen. Maar je moet wel een beetje, nee, want wij bestellen alles online en we laten dat verschepen naar België. Dus dat komt in België toe. Als ik 9 kandidaten heb, ik heb een halve kilo magische truffels die bij mij toekomt in de bus. En eigenlijk is dat niet legaal. Hè. En ik rijd dan naar Zeeland, alleen of mijn vrouw, met een halve kilo paddenstoel of truffels in onze auto. En dat mag in feite niet. Hè. Dus dat is eigenlijk niet oké. Maar dat was eigenlijk mijn vraag. En je vrouw, doet ze dat ook? Zij had mee, ze is yogi. Dus maar ze had ook al gedaan. Ja. Want voor het zesde held, ik zou kunnen zijn dat ze zegt, ja, karet jongen, mijn ziervrier, jongen. Je zei hier in een burn-out, kijk ik je gepakt voor je een titel. Bij McKinsey, ik wilde een keer in Kortrijk. Nee, mijn vrouw is volledig mee in dat verhaal. Ja. Maar het is wel een terecht punt. Ik heb wel mensen die geïnteresseerd zijn om het te doen en die zoiets zeggen van, wat gaat mijn vrouw zeggen, wat gaat mijn man zeggen? Dus dat is wel iets dat speelt bij de mensen. Oh, ja. De mijne gaat dat nooit doen, maar ze weet wel dat ik het wil doen. Ja. Voor reden wil ze dat niet doen. Ze drinkt wel nog, ze rookt nog en altijd, maar ze weet dat ik daar wel doorgeprikkeld ben. Ja. Ik was al lange tijd zo die ayahuasca ik daar gevolgd. Maar dan, ja, ik zei het, ik heb het al een aantal die er zodanig diep in gedoken zijn. En ik was iedere keer ook bij een proces. Ik denk, oh ja. En dan onder andere ademhalings, quantum light breathing, ik weet al wat men dat noemt. En ik was daar extreem van verschoten. Ja. Wim Hof, in de zee gaan zwemmen, al van die toestand. Wat dat eigenlijk al doet, gewoon met geen wat in jouw lijf zit. Het is ook wat je zegt, hè. Je moet het ook doen. Ja. En ik ga wel nog altijd om de 3 maanden naar een therapeut, maar dat is geen klassieke, die is een psycholoog-titel afgegeven, ja. En die zelfvoelend of heldervoelend en al van die bazaar okay. Maar je vrouw doet effectief ook mee. Ja, effectief. Die is daar volledig mee. Ja, nee, dat is iets wat we zo'n beetje samen ontdekt en zo. En, ja. Je vrouw is even jong ongeveer, ik hè? Een beetje jonger, ja. 4 jaar jonger. Ja, oké, goed. Maar ik moest ik dat geweten.
Ik heb dat graag gehad op mijn 25ste of op mijn 23ste. Ja, ja, ik ook. Het is zo helend en weet wat je wil in je leven. En je kunt zoveel shit achterlaten. Dus ik kom eigenlijk nog maar sinds gisteravond terug van een retreat. Op het einde vraag ik altijd, tijdens de afsluitende lunch, van wat neem je nu mee? Hè? Wat blijft er nu bij? En heel veel mensen zeggen van, ik heb hier gewoon shit achtergelaten. En ik ben content dat er nog zoveel mensen waren met shit. Hè? En dat we samen onze shitkosten achterlaten. En dat is, ik denk dat dat misschien de meer basale verwoording is van hetgeen dat je doet. We dragen allemaal zoveel kilo's mee in onze rugzak. En zo er afstand van doen. En zoveel lichter in het leven staan. En zijn het dan ook mensen die dat zijn twee vragen, hè. Een bad trip, die echt volledig alles slecht, dat ze niet eindigen, ja, maar zo slecht, en dan echt denken ze van shit, dat je zoiets hebt van oei, niet zo wel ik kan de verkeerde kant uit gaan. Ja. We proberen dat, we hebben dat eigenlijk nog niet echt meegemaakt. Wat bedoel ik daarmee? Maar niet echt. Aan de voorkant zitten we met een gezondheidsscreening, dus je moet weten of dat mensen er goed in zitten of niet goed in zitten, of dat ze eventueel suïcide overwogen hebben, of dat ze schizofrenie in de familie hebben, bipolariteit en zo. Dus dat check ik op. Hè. Als je het dan bijvoorbeeld suïcide neiging kunnen mee wegnemen? Ik heb nu iemand gehad die 8 jaar geleden een poging heeft ondernomen en die nu niet is suïcidaal. Tegelijkertijd hebben we hem doorgezonden naar een klinisch psycholoog om extra te gaan screenen, om ervoor te zorgen dat hij zeker een stabiele persoonlijkheid heeft op dit moment om te kunnen psychiek delicaat doen. Plus, hij had onmiddellijk vandaag al na het retreat een opvolgsessie met die klinisch psycholoog. Dus we proberen echt wel te werken rondom veiligheid. Ook op het retreat zelf werken wij met een... Het is niet de bedoeling dat ik hier een sales pitch doe, maar wij werken met een multidisciplinair team. Ik had een spoedverpleger mee, die ervaring had met psychedelica, dus mensen begeleid dat. Ik had een klinisch psycholoog mee, die ervaring heeft met begeleiden met mensen die psychedelica doen. Ik zit daarbij, die al 3 jaar bezig is met begeleiden van mensen. Dus we proberen echt wel super hard in te zetten. Dus het is eigenlijk veiliger dan een gemiddelde ayahuasca-retreat? Ja, dat vind ik wel, ja. En we hebben heel veel, we hebben 4 begeleiders van een groep ongeveer van 8 mensen. Dus dat wil zeggen dat elke begeleider 2 mensen heeft waar dat die aandacht aan heeft en zo. En die zijn dan ook nog een keer de begeleiders, ofwel verpleger, ofwel... Ik heb een dokter ook die soms meegaat, die nu stage loopt op de psychiatrie en zo. Dus we zijn er echt wel serieus mee bezig. Ik ben niet zomaar bezig met mensen te drogeren en dan zien we wel. Nee, het is een goede voorkant, hè, met die screening. Tijdens het retreat zetten we in op hele goede begeleiding en een multidisciplinair team. En daarna ook, ik volg ook op, er is een opvolggesprek. Als ik daar merk van iemand gaat er niet goed op, dan wordt die onmiddellijk doorverwezen naar een klinisch psycholoog. Dus dat is mijn belofte aan die mensen ook. Wij hebben we hebben mensen gehad met een hele intense trip en zo, maar een bad trip komt eigenlijk voor als je het zomaar een keer met je maten zou doen, als je niet weet wat je neemt bijvoorbeeld, hoeveel dat je neemt en wat het is, en ook als je maten niet aan de kant van je kennen, dat je wel blootgeven. Stel dat jij door die trip in aanraking komt met je wat duister verleden, gepest geweest zijn, je vader of je moeder die je aangedaan heeft, dan komt die emotie naar boven, maar zit dat wel met je maten. Hè? En de maten kent misschien de Peter die jolig is en grapjes maakt of zegt van oké, we gaan een keer deuren doen, maar die hebben nog nooit die woede gezien, die hebben nog nooit dat verdriet gezien. En dan ben je daartegen aan het vechten, van nee, ik wil dat niet, ik wil er eigenlijk niet naartoe gaan, en ik wil al zeker eerder niet naartoe gaan. En dan komen er in feite bad trips voor. Maar bij ons is dat zodanig goed omkaderd, dat quasi niet mogelijk is. Wij leren ze ook ademhaling, dus we doen op voorhand een uur ademhalingswerk. We zitten er ook naast, mochten er hele intense momenten zijn om te gaan zeggen van nu gaan ademen, of maak nu contact met je lichaam, voel je hart kloppen, leg je naast je bed, voel je de grond. Hè. We helpen ze erdoor ook. En leeftijd, is dat stond 30 plus wat je het meeste tegenkomt? Ja. Heb je zo'n plan voor mijn kinders, als ze 12 zijn, van de plecht communie? ik zeg het bij zwart-wit, en ik ga ervan uit dat je dat niet gaat doen op hun 12e. Want dat is wel... De reden dat ik het vraag is omdat ik een aantal stagiairs had, en dat waren vooral vrouwen trouwens. Maar ik zie het ook bij jongere mannen. Die veel gestudeerd, en dat is nu echt zo'n trend, zo master en weet ik veel wat, of bachelor, master, en wat is dat al van die toestanden,
En eigenlijk, hoe meer dat ze studeren, hoe minder dat ze weten wat ze eigenlijk willen doen in hun leven. En echt keert op zoek zijn naar zichzelf. Wat dat op het randje is zelfs van mentale problemen. Ik denk dat dat vroeger ook zo was, maar ja, jij en ik, neem ik aan. Bij ons is dat, je gaat naar school, doe je punten, je gaat het wel aan studeren en je gaat gaan werken. Mm. Nooit was dat zo van, pak een keer rugzak, had ik rond gehad. Ik ben niet zo, dat was zo gewoon die lijn. En ik heb nooit me die afgevraagd of dat eigenlijk wel die lijn was dat ik wilde volgen. Yeah. Per definitie, want ja, gitaarspelen kan dat wel geld mee verdienen. Yeah. Yeah. Allee, wat is dat nu voor het wat? Heb je daar zo een leeftijd dat je zegt van... Ja, meestal onder die leeftijd? Bij mij een man rond de 35, dat is zo wat die bij mij terechtkomt, ja. Mijn kinderen psychedelica geven aan hun 12 jaar, dat ga ik niet doen, maar ik ga ze wel meenemen in dat verhaal. Ze gaan al heel snel weten wat papa en mama doen en zo. En dat kan ingezet worden om u beter te voelen en te weten wat je wilt. Dus dat gaan we zeker wel doen. Dus ja. Pace, de meeste mensen die bij ons komen eigenlijk ook vanuit een bepaalde curiositeit. Dus wij werken sterk rond intentie. Dat zit ook in dat voortrekt met een coachinggesprek met mij. Moest een vragenlijst invullen, 15 vragen die echt peilt naar waar kom je vandaan, wat heb je meegemaakt in je leven, wat zijn levensdefinierende fases. Wie is je mama, wie is je papa, wat heb je van hun geërfd, waar ben je trots op, waar ben je niet zo trots op. Vergelijk een keer je kleine Peter met de grote Peter, sta je daar nog dichtbij, sta je daar ver vanaf en zo. Wat leer je daaruit, wat zijn je grootste angsten, wat wil je als je laatste avondmaal en met wie zou je dat willen doen en over wat ga je klappen, zo al van die dingen, dat doen wij. En heel veel mensen geven als intentie aan van, ja, het is misschien wat het een en het ander dat ik zo wil verwerken, maar ben eigenlijk vooral curieus. Ben curieus voor achter het gordijn te kijken. En dat is het vooral. En vaak komt er heel veel naar boven waarvan dat ze a priori niet wisten dat überhaupt iets was dat ze mee in hun rugzak meesleuren. Dus ja, we werken rondom intentie met gemiddeld een man van 35 jaar, die voornamelijk curieus is, omdat hij weet dat er redelijk wat bagage is in een rugzak zit, maar je weet eigenlijk nog niet zo heel goed van waar dat komt. Maar je heeft zoiets van, ik wil er wel iets mee doen, want ik voel ergens dat het niet juist zit. Dus dat gebeurt wel. En ja, vanuit conditionering en een pad volgen dat misschien tunder niet is, dat zie je ook wel. En dan heb je een soort van herdefinering van wat is succes of wat is geluk voor mij. Dan moet eigenlijk geen zaak meer in. Ben ik eigenlijk content met mijn 5 werkers? Dan moet eigenlijk niet veel meer zijn dan dat. Of het is iemand die dan zegt van, ik zit bij PwC bijvoorbeeld, ik ben hier nu senior manager, senior director, ik factureer per dag en zo, maar eigenlijk wil ik veel meer gaan ondernemen. Ik wil eigenlijk een restaurant beginnen. En die begint dan met de eerste stapjes richting ondernemerschap. Dus dat zijn zo klassieke voorbeelden. Of iemand die een burn-out heeft gehad en die dan eigenlijk CEO was van een bekend Belgisch bedrijf. En dan komt hij terug en dan zegt hij, ja, moet ik eigenlijk geen CEO meer zijn? Hey, of niet meer binnen dat bedrijf, maar binnen een ander bedrijf. Ik ben heel graag bezig met innovatie, ik ga mij bezighouden met innovatie. Dat hem ook. Je hebt heel veel mensen, zeker ondernemers, hey, die beginnen met een leuk idee en 5 jaar later zitten die daar met een team van 10 mensen en ze huilen zich niet. En die natuurlijk niet, ze zijn manager worden in plaats van andere dingen. Ben ik een innovator? Ben ik geen manager? Ja, en dan leren die gewoon zeggen van, het is oké om geen manager te hoeven zijn. En iemand anders gaat dat doen. En ik ga binnen mijn bedrijf misschien niet beginnen met innovatie. Of ik ga het misschien zelfs helemaal overlaten. Of iemand anders, een COO, of what's in the name, opzetten. En dan ga ik een eigen dingetje beginnen. En, of je ziet ook veel meer zelfexpressie. Dat zie je ook. Veel meer mensen, ook mezelf in kluis, die beginnen met poëzie schrijven, die beginnen met muziek te maken en zo van die toestand. Die beginnen met improvisatietheater, die beginnen met zingen. Allee, dat kan allemaal een beetje zo spiritueel en esoterisch klinken, maar dat is zelfexpressie. Een mens drukt zichzelf veel te weinig uit. Ja, het ding is, in een kruis in die creativiteit, ik zou mijn leven zonder muziek kunnen inbeelden, eerlijk gezegd. Dat is zo... Ja, dat is... En ik word iedere keer naar dat herinnerd dat ik de gitaar vastpakken en we zitten aan het musiceren omdat we aan het repeteren zijn. Ja, en ik hou van dat... En nu morgen ook. 4 van die 6 nummers, ik ben nog nooit gespeeld. En gewoon... En het was dan woensdagavond, zat met de zangeres en de zanger samen. Ik was er aan het spelen, akoestisch, en dat was echt zo... Oh. Ja. Te voelen zo, dat klikt, dat klopt hier. Ja. Ik ken ook niet die wat dat dan betreft, dat. En dat zag ik dan bij mijn oudere gitaarleraren. Ja, die moesten lesgeven, die moesten ding doen. Maar die wilden eigenlijk gewoon jazzgitaar spelen, maar dat, ze konden daar geen geld mee verdienen of ze konden daar niet mee rondgeraten. Dus ja. Nu, na jouw eerste... hoe noem je dat, psychedelische reis zelf, heb je daar eens gedaan in
weet niet, is dat dus met andere coaches hadden we dat gedaan, want dat is zelf georganiseerd. En één iemand was daar om de spaceholder te zijn. Om ons, En is dat dan daar dat hij ook gezegd hebt van ik ben tambi, ik kan voor open relaties, dat dat gekomen is? Ik weet dat je daar heel open over bent. Ik ben daar vrij open over, omdat ik, waarom ben ik eigenlijk open over die biseksualiteit en zo? Omdat als ik ben een man die al 19 jaar samen is met een vrouw en ook aangetrokken is tot mannen. Zo zijn er nog. En dat leer ik ook door in contact te komen met. Maar wij hebben geen voorbeelden gehad. Ik heb geen voorbeeld. Ik kan niet zeggen van ene man die in een relatie zit met een vrouw en ook aangetrokken is tot mannen. Het er in het verleden nog had een David Bowie die zei ik ben biseksueel. En die biseksualiteit was ook gekoppeld aan zijn genderexpressie. Ik kon zich heel vrouwelijk leven. Beetje androgyne en al. Androgyne, ja. Van uiterlijk ben ik ook androgyne. Of zo, sommige mensen zeggen dat ik heb ook wat meer vrouwelijke energie misschien dan een gemiddelde man. Maar ik voel me op en top man. Maar tegelijkertijd kan ik dat niet wegsteken dat een deel van mezelf is. En die psychedelica, ik heb dat niet weggestopt, want mijn vrouw wist dat. Allee, we zijn samengekomen en die wist dat. Ik weet dat al lang en ik heb dat eigenlijk ook nooit weggestopt. En sommige mensen weten dat direct en andere mensen weten dat indirect. Maar die psychedelica zorgen er wel voor dat geen stukje is dat ik nog wel... Dat kan bestaan naast mijn heteroseksuele identiteit van 20 jaar samen zijn met dezelfde vrouw en zo. Dat is wel belangrijk. En is het dan dat jullie voor open relaties gekozen? Ja, maar zij was daar ook de drijvende factor in. Je zou makkelijk kunnen gaan denken van je is samen met een vrouw, je krijgt dat mannelijke niet, dus je gaat dat mannelijk op een ander gaan zoeken. Ik zoek dat niet actief. Ik heb ook niemand naast de relatie op dit moment of zo. Ik ben ook niet echt de persoon die dat puur seksuele zoekt. Dat is niet, bij mij gaat meer over de band en zo, meer het amoureuze dan het seksuele. Maar zij is ook iemand zij is nog meer, ze noemen dat dan polyamoureus dan dat ik ben. Voor haar is dat een stukje van haar identiteit. Ze zegt, ik heb heel veel liefde en ik wil dat delen met mensen uiteindelijk en ik wil leven vanuit vrijheid. Dat is het. Dat is van ons beiden gekomen. Dat is wel gekomen in 2016-17 ben ik verliefd geworden op een collega en dat was een man. En dan zijn we daarover beginnen babbelen van hoe kunnen wij nog blijven bestaan, maar dan tegelijkertijd ook zuurstof geven aan dat stuk van uzelf. Maar ik heb daar 5 jaar niks mee gedaan. En dan eigenlijk, ironie, eigenlijk toen dat die relatie open was, heb ik eigenlijk meer vriendinnetjes dan gehad naast de relatie dan dat ik vriendjes zou gehad hebben. Dus, maar het idee aan zich dat het kan, weet wel, geeft enorm veel zuurstof. Ja. Het is dat, ik denk dat bij mij moest ik dat doen, denk ik gewoon het idee dat het kan, dat meer interessanter is dan het feit dat ik het zou doen. Ik heel eerlijk, dat klinkt echt wel vrij raar, maar je zit 20 jaar samen, ik niet. Dus ik heb echt zo tussen mijn 32 en mijn 39 periode gehad. Ik bedoel, moesten ze dat verfilmen, dat zou heel spectaculair zijn. 50 Shades of Grey, dat heeft ook wel voor een leegte gezorgd. Omdat ik gewoon op zoek was naar liefde. Mm. En dat ik altijd buiten mezelf zocht. En dat zijn verwijten naar vrouwen of zo, maar sommigen kosten dat heel goed opvullen, maar ik had het nu proper noemen passie, veel passie. En nu heb ik zoiets als van die energie ga ik meer gebruiken voor te creëren en zitten in mijn andere ding. Dus ik zou dan, dat klinkt vrij raar, maar ik zou dan nog liever een boek schrijven, gaan creëren, muziek spelen, weet ik veel wat dingen gaan doen. Dan mijn tijd steken en nog, ik weet niet veel vrouwen, even te babbelen en dit en dat. Moest ik nu toevallig alleen vallen of zo. Dat is ook dat pad gaan, om te denken van ik heb er al eens een overdosis had. Ja, vooral dat. Yeah. Ze van, ik zou dan, denk dan dat ik heel dag, ik zou dan meer tijd steken in mijn zoon. Dan te denken van ik kan nu dien. Dat ik denk van, het is al... meer dat kleuzenaar ding gaan opzoeken. Ja. En dat voel ik heel hard zo. Van, ik
misschien of je mensen schoen, maar nu wil ik echt wel, ik heb meer tijd nodig voor alleen te zijn. Ik versta dat ook, ja. Ik ben daar ook niet actief mee bezig en zo. Ik denk dat voor mij eerder een deel is van een soort, het is geen voorbeeldfunctie, dat is niet de correcte term, maar dat mensen ergens een referentie hebben. En zeker zo dat, dus hetgeen dat ik daar straks ook zei, ik heb gesprekken met mensen die zeggen van, Greg, ik herken mij een stukje in uzelf. Misschien niet het seksuele, maar het amoureuze. Ik zou ook wel verliefd kunnen worden op een man, maar dat wil daarom niet zeggen dat ik er seks mee zou willen hebben. En die gesprekken zijn voor mij van houtwaarde, want dat wil zeggen dat ik voor hun ergens een baken ben waar dat ze zich veilig voelen om daar misschien voor de eerste keer in hun leven over te babbelen. Ja. En dat vind ik belangrijk. Dat het is oké om jezelf te zijn. En depressie komt eigenlijk voort, allez, zonder psychologen of psychiaters tegen de borst te stoten en zo, maar vanuit een populaire optiek van weg te lopen van jezelf. Ja, maar dus. Je probeert iemand anders te zijn dan dat je eigenlijk werkelijk bent. Want je gelooft dat is hetgeen vaak de maatschappij onbewust dat je gelooft van ja, wie dat je die persoon moet zijn, ja, of voilà, dat je zelf denkt van dat is dat. Ja. En bij mij is dat ook een stuk zo geweest, dat is een stuk geweest met mijn carrière en dat is een stuk geweest met mijn seksualiteit, omdat ik dat zo belangrijk vond om een gezin te hebben en ik vind dat gezin zo belangrijk en een veilige thuis vind ik zo belangrijk dat ik dat stukje bi geen zuurstof kon geven, weet wel, want ik associeerde dat met, als ik dat dan zuurstof moet geven, dan gaat dat waarschijnlijk zeggen dat ik weg moet uit de relatie, weet wel. Dat zat zo in mijn hoofd, maar dat hoeft ook niet, weet wel. En een stukje maatschappelijke druk zit daar ook in. Waarom je zegt wat je wilt, maar een vent met een vent, de maatschappij, heel lastig. Een vrouw met een vrouw, bejubeld. Op porno zelfs geglorifieerd. Lesbien, weet ik niet wat allemaal. Maar een vent met een vent, leg het maar een keer uit. Hè. Dus allee, dat is, de man heeft het lastig. Hè. Dat stukje identiteitscrisis komt niet alleen voort van wie ben ik en wat is het om de man te zijn, maar ook binnen dan die LGBTQI wie vindt het eigenlijk oké? Biseksueel ook. Hè. De hoogste prevalentie aan suïcide en mentale gezondheidsproblematiek komt voor binnen de bi-community, omdat ze niet weten. Een stukje van een identiteit is altijd onbestaande, tenzij dat ze voor een open relatie gaan, want zit je zoals ik in een heteroseksuele relatie, dan ben je hetero. Ben je samen met een man, dan ben je homo. De homo's, ik ga ze niet allemaal over ene kam scheren en zo, maar ook binnen die doelgroep kijken ze naar biseksueel als, maar ja, je weet nog niet wat dat wel, je zal wel. Mijn broer is nu net voor de tweede keer getrouwd met een man. En ja, die zei letterlijk, het verschillende keer gezegd, ik was liever zoals hij, heteroseksueel. Kan een makkelijker leven had. Ja. Want allee, iedereen kan wel roepen van, ja, we zijn modern, maar het is lastig. Zeker provinciaal, zien we dat niet meegemaakt. Ja. Echt van die toestanden. En dat is zo cliché. Je hebt dan de meer mannelijkere homo, dan de vrouwelijker homo. En die dat dan wat vrouwelijker trekken. En ja, die hebben dat volledig verkorven qua commentaar en al van die toestanden. Nee. Dus dat zal sowieso... dat wist ik niet, dat ook... dat zijn er ook een bi van, ja, weet je niet wat je wilt. Ja, dat wist ik niet. Ja. Niet allemaal, niet unisono, maar wel een groot deel. En dus ik wil ergens zo'n soort van voorbeeld zijn. Geen voorbeeld in gedrag, maar gewoon dat mensen weten, dat bestaat ook. En dat kan ook, weet wel. Ik wil meer dan mandaat gaan, hè, meer dan leiderschap. Zo van, want dat is ook op mijn pad. Hè, van, ik heb heel lang gekeken naar, ik wil de tweede in lijn zijn. Ik wil niet te veel verantwoordelijkheid nemen, want vanuit mijn jeugd heb ik al heel veel verantwoordelijkheid moeten nemen. En het is ook een stuk van, het is oké om dat leiderschap op te nemen, weet wel. En alles wat daarmee gepaard gaat op te nemen en zo. Dus dat is ook op mijn pad gekomen. En dan denk ik van, ja, ik ben daar klaar voor u. En als je dat vragen rond hebt, stel ze maar. En ik ga er zijn voor u. Hoe je leven eruit bent 10 jaar? Wie houdt wat je doet? Goh, dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen, ik kom van dat retreat. En aan het begin van het retreat had ik zoiets van, ik ga dit nooit meer doen. Omdat ik zoveel verantwoordelijkheid draag. En ik voel dat zo aan. Hè. Ik vind het zo belangrijk dat mensen een goede tijd hebben. En ook kunnen ergens transformeren. Zelfs al ben ik daar niet uiteindelijk verantwoordelijk voor. Maar het is ook, ze werken met psychedelica. En dat is echt wel, het is heel veilig. Maar tegelijkertijd kan het heel veel in de hand gaan werken. Dus ik voel me daar heel verantwoordelijk voor. Maar dan op de derde dag kan ik loslaten. Wanneer ik al die veranderingen zie en al die transformaties zie, kom ik thuis en dan pees ik van, dit is wat ik wil doen voor de rest van mijn leven. Dus ergens met die retreat heb ik iets gevonden waar ik nog nooit mij zo goed heb gevoeld. Zo goed in mijn ikigai. Tegelijkertijd ben ik ook, ik ben ergens
nomaad die vastzit in een sedentair leven. Dat voel ik ook wel. Dus vrijheid is voor mij belangrijk. Vrijheid van wat ik doe, met wie dat ik doe, en waar dat ik het doe, en hoeveel dat ik het doe. Dat is voor mij een superbelangrijke. Ik ben ook ergens, ik kik op zo'n intellectuele uitdaging, en op het moment dat dat voor mij te veel bandwerk gaat voelen, ga ik waarschijnlijk ook weer iets anders doen. En ik vind dat ook gewoon compleet oké. Dus ik wil mij niet vastpinnen op, dat is een beetje wat je ook zei, in het begin van je purpose, ja oké, het is belangrijk denk ik dat je flow states vindt. Hé. Wanneer ja, voel ik mij goed? Los van wat ik hier nu aan het produceren ben, ik wil me daar ook niet op vastpinnen. En ik wil me gewoon jeun, heb dat ook gezegd. Voor mij het belangrijkste in je leven, en dat klinkt misschien een beetje stom, maar het is zo. En we zijn gelukkig dat wij in de first world leven, maar jeun, heb je fun. Amai, geen fun meer, fuck it jong, stop ermee. Stop er alsjeblieft mee, heb fun. En je kunt met veel minder dan dat je denkt. Maar als student had je 40 euro echte weken en ik had de Ike noodles en dat ging wok. Ik zat op een kamer met een lavabo waar dat ik in piste, met respect. Maar dat ging wok, weet je wel. Dat gaat ook, weet je wel. Ja, maar dat is toch exact. Is dat, op een bepaald moment, hij verdient wat meer. Hij koopt dan zo van die merkleren en al. En nu is dat bij mij zo, letterlijk 20 zwarte t-shirts uit de HEMA. En dat je denkt van, ik heb al die een bazaar niet nodig. Wat dat niet wil zeggen dat er iets verkeerd is om schone kleren te kopen, maar dat je goed voelt. Ja? Het is dat. Maar daarvoor moet je dat dan ook geen 300 euro gaan uitgeven voor een of andere vorm van seksuele selectie te gaan doen, of een poutenafstand. Want basic komt dat wel daarop neer, al die toestand. Dat diep van binnen komt dat daar wel een stuk op neer. En dan kom je op het... ik kan niet zeggen minimalisme, maar ik vind dat wel heel tof voor... Ja, die kleren die draag ik niet meer. Hè. Vanmorgen kan ik niet pullen. En dacht van, ja, ik voel me niet goed. Oftewel, ik kan hem een keer aan doen. Ik voel me goed, oké. Anders, weg. Ik heb dat ook met gitaren en met alles. Dat ik zei, ik gebruik dat niet. Weg, verkopen. En in mijn hoofd is dat dan... Ja, kun ik kapot aan? Kun ik verliezen? Dan kan ik het niet meer. Maar je legt veel minder op je schap, op je mentale schap. Die clutter is eigenlijk de oefening. Dat is juist het toffe eraan, in plaats van nog groter, meer. Ja. En eigenlijk, nog weer brolver op de zolder te steken. En een huis verkocht, wat eigenlijk stom is, want de waarde blijft maar toenemen. Maar toen in de pharma gewerkt, veel geld verdienen, een huis kopen, dat huis verhuren. Die een verhuurder betaalde 80-90% van onze aflossing. Dus eigenlijk geniaal. Allee, weet je wat? Ik heb het verkocht, ik wilde het niet meer. De mentale last daarvan. Ik ken het zelfs van verleden jaar. Gewoon los, weg. Zo snel mogelijk, wil ik ergens financieel onafhankelijk zijn. Wat dat ook nog lang gaat duren, want ik verdien totaal niet meer wat ik vroeger verdiende, maar ik heb wel dat huis minder, weet wel. Ik had dat ook gehad. Het was iedere keer dat ik iets dat emotioneel dat huis aan mij sleurde, terwijl ik verdien er al heel goed geld aan, eerlijk gezegd. Dat betaalde een andere lening. Maar er was iets in mij die dat ik zoiets had van, iets emotioneels, dat is mijn verleden en ik wil dat was voor mij een symbool van veiligheid. En ik dacht van, vroeger trok ik alleen maar de kaart van veiligheid en zekerheid. Het je pensioen, het geld, het einde van de maand. Mijn ouders hebben nooit snapt dat ik effectief deed. En iedere keer dat ik ze zag, vroeg ze dan... en heeft hij verkocht vandaag? En ik denk, maar zo werd dat in mijn wereld. Maar goed, wat denk je hier? Dat ik een hoop vlees met een auto heb? Of zo'n bol. Voor dat te kunnen... Moet ik gaan zeggen, die veiligheid, pas op, en dat blijft altijd een drijfveer. Ik ga altijd een bepaalde vorm van veiligheid en zekerheid nastreven. Ik ga dat niet, dat zit gewoon in mij. Maar je kunt er ook, je kunt een allerlei backup plan gaan bedenken. Dat je denkt, heb nu één backup plan, het is goed, of dat stuk van veiligheid gaat nu wel opgeven. Inderdaad, omdat ook aan mij, het was dan een wasmachine, en dan op een keer kreeg ik dan zo een berichtje via Facebook, Dat de poort open stond en allerlei drama toestanden. Dan denk ik, kan ik een hoesting voor dat deel vanuit te maken? En toen zei ik, buiten ermee. En dat voelde letterlijk als een rustzak. Gewoon denk ik, inderdaad, dat was rationeel, is dat dom. Maar emotioneel zorgde dat voor heel veel peace of mind. En dat vind ik een belangrijke, peace of mind. En echt, dat gewoon, dat is oké. En... Dat interesseert me niet wat mensen ervan denken, of dat groot of klein, of denk ik, whatever. Maar dat boeit me eigenlijk niet meer. Wel voor mijn zoon natuurlijk. Hè. Tuurlijk. Dus, maar het is ook weer, als je kijkt naar dat model Ikigai, dan is dat
Allee, wat een purposeful leven bestaat uit het centrum vinden van waar ben ik goed in, wat geeft mij energie en wat is mijn passie, maar ook waar kan ik voor betaald worden en wat is mijn maatschappelijke bijdrage uiteindelijk. Dus dat financiële is belangrijk, dat mag een en-en zijn. Hé. Zolang dat maar niet het belangrijkste is, omdat heel veel mensen ook identiteit koppelen aan hetgeen dat ze verdienen. Nee, ik ben waard zoveel ik verdien en voor mij is dat ook een stuk zo geweest. Ja, dat is wel inderdaad, dat is wel een terecht. Moesten we terugkeren, regent studeerde? Ja. Als we tegen 18-jarige zelf zijn, voordat een juiste Doverpoort binnenstrombelt op, hoe noemt dat, kristalnacht? Ja, gewoon meer durven. Gewoon durven. En durven vanuit zelfzekerheid. Gewoon geloven in mezelf en durven. Geloof je dan nu 100% in jezelf? 100% is veel. Maar toch veel meer dan vroeger. Ik ben ook wel geholpen geweest door therapieën dat ik gedaan heb en zo. En door ook bepaalde labels te krijgen. Zelfs al vereng die, maar gewoon voor te zijn van oké, ja, dat lag niet aan mij, wat er toen gebeurd is. Dat valt te verklaren. En ik heb heel lang geleefd vanuit het idee dat ik ergens helemaal niet zo slim was of zo. En waardoor dat ik heel veel uit de weg ben gegaan. En op een bepaald moment is het allemaal in elkaar geklikt. En dan ben ik exponentieel gegroeid. Zonder dat dat moet financieel zijn, maar ook emotioneel, spiritueel en zo. Dus veel meer durven geloven in jezelf. En ik denk dat dat dan ook tot betere relaties had geleid. Ik was super cynisch en sarcastisch. Ik ben zo lang zo cynisch geweest. En al mijn relaties bestonden uit gewoon die cynische houding en dat sarcastische. En mijn vrienden waren de vrienden waarmee dat ik super sarcastisch en cynisch kon zijn. Ik vind dat interessant dat je nu vertelt. Is door heel die reis dat je nu gedaan hebt, ook de psychedelische, heel je vriendenkring veranderd? Ik heb veel minder vrienden, vind ik, van mezelf. Er zijn er een aantal die heel lang meegaan. Daar ben ik die schat ik erg enorm naar waarde. Maar ik, ergens heb ik, ben van heel erg extravert naar redelijk introvert gegaan. Ik denk dat ik, extraversie was een copingmechanisme. In een groep staan en leuten maken. De clown, dat is een masker. De clown, ik was de clown, ja. En eigenlijk mensen op afstand houden met betende humor en zo. En dat doe ik nu veel minder. Dat zit er nog voor een stukje in, maar dat doe ik nu veel minder. En ik heb een beetje hetgeen dat hij ook zegt, veel meer de nood om gewoon ergens alleen te zijn en mijn batterijtjes op te laden. En zo like, ergens tijdelijke vriendengroepen te hebben door die retreats. Weet wel, dat is, en sommige van hen gaan mee naar die retreats. Ik heb gisteren met iemand gebeld die in december is meegaan, niet uit zichzelf gebeld. Ik vond dat fantastisch, weet wel, zo. Ik vind dat een vrij mooi iets. Dus ja, de vriendengroep is ten dele veranderd, ook omdat er gewoon veel minder mensen zijn. Ik heb wel zeker mensen nodig, maar ja, moet je ook niet uitleggen. Hé. Allee, je vergelijkt met 15 jaar geleden, ik heb 3 kindjes erbij. Je hebt ook maar zoveel energie. En dat gaat naar je werk, dat gaat naar je kinderen, dat gaat naar je vrouw. En dat gaat naar die x-aantal vrienden die ertoe doen. En ik zit in een mensenbusiness en ik word... Dat is ook wat ik wil. Ik wil er zijn voor de mensen, maar ik word ook geconsumeerd door die mensen. En dan moet ik ook voor mezelf grenzen gaan stellen. Wat is en dat, zeggen he? Van, nee, nu is het even gewoon voor mezelf. En voor mezelf betekent, ik ga een dag niet werken. Ik ga een dag gaan lopen. Ik ga een dag naar de gym. Ik ga een dag de boeken lezen. Ik weet niet wat dat allemaal is. En dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan, want dan vaak zit ik nog op social media, een post te schrijven op LinkedIn, omdat ik denk aan het volgende retreat dat ik moet volkrijgen. Dus dat is allemaal veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik heb veel minder mensen nodig op dit moment en ik voel me er eigenlijk best wel goed bij. Omdat ik ook oké ben met wie dat ik zelf ben. En ik denk dat je omring met heel veel mensen ook ergens deflectie kan zijn. Van ja, wel, ik ging net zeggen... om niet te willen voelen, omdat het is om alleen te zijn, omdat je daar in de stilte kan zijn, kan het continu opzoeken met mensen, al dan niet als koppel, er eigenlijk voor zorgen dat je eigenlijk gewoon helpt van de realiteit. Voilà. En ik vind dat gewoon toffer voor dat ik gewoon voel, ja, wie ben ik, wat wil ik, wat voel ik, door alleen te zijn. Dan een zo'n heel weekend volgepland hebben. Ja. Ja, ik kan dat gewoon echt niet meer. Ik zit op bepaalde mensen dat ik denk van... Allee, hele weekend stonden weer vol. Hè, met het kind ook. En ja, je zit dan quasi op het randje van een burn-out. En je pakt een allerlei brol in je lijf om te zorgen dat je dat compenseert. Ik heb het over medicijn. Hè. En ik denk zo, ja, moest je doe ik gewoon een beetje minder. En ik heb een beetje... Ja, en dan je FOMO hebt, dat snap ik. Maar
I don't care anymore. Ja, nee. En dat is zo... Ja, dus ik snap heel goed wat je zegt, want ik heb hetzelfde. Bij mij is dat ook een mensenbusiness. Er zit worden geconsumeerd door die mensen. Waarbij dat je een stuk van jezelf afgeeft. Ja. En in return, dan moet ik wel weer in de stilte gaan. En te zeggen van, ja, oké... Okay, Ik wil dat stuk weer in mezelf. Voilà, ja. Hoe zijn ze dat? You cannot pour from an empty cup. Ja. Dus ja. Dat is supermooi gezegd. Ja. Ja. Dus eerst je eigen tasje, vooraleer dat je de anderen kunt thee of koffie of water geven. Eerst je eigen tasje vullen. Maar dan zeker niet gedaan, maar toch gaan we eerst afronden. Rick, heel erg bedankt. Ik vond het superfijn. Ja. Merci voor van Kortrijk naar hier te komen. Het is niet zo ver, hè. Nee, het is te zien, maar Kortrijk Centrum kan soms wel ambetant zijn, zoals wij, zo rond de schooluur. Dus, ja. Maar het is met heel veel plezier en liefde gedaan. Merci om mij uit te nodigen. Merci. Dank je wel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt en dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com/boeken. Dat is psgrow.com/boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review die je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaatst. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.